The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg the alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de LSD Not the face! Not the face. The rivers of een wereld Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to the AA. Vandaag een speciale editie van Alex en Andries praten over dingen die ze leuk vinden. We hebben een bijzondere gast vandaag, namelijk de man die alle afleveringen van Welcome to the AA voorziet van een prachtige tekening. Je hebt zijn werk dus allemaal al gezien als je ons uh, geregeld volgt. Hij heeft ook een eigen strip, So Far No Good, en uh, zijn favoriete film is Monty Python and the Holy Grail, waar we het ook over gaan hebben. Welkom Bart Vliegen. Hallo, hoi. Hey. Voilà, kijk hey. eens aan. Gaat al een hele zak. Comics bij, ook had ik uh, al gezien. Ja, ik dacht, um, ik ga je een beetje onderwijzen, hè, want het gaat hier altijd over uh, superhelden en. Uh, Aai, <laughs> ai, ai, dingen, ai, dus, ai. Ja, dacht, ai het begin al, wat cultuur <laughs> bijbrengen, dat komt hier. De Andries denkt nu al shit, ik kon al die nerdy uh, comic crap er al moeten uitknippen, want niemand gaat geïnteresseerd. Je wat er ja. nu gezegd wordt. Het gaat over. wel veel over comics, hè? Ja, maar. Ja. Ja. Ja, we, en toe, joh. we hebben ja. toe. Met Fabrié hebben we er een gehad. Die vooral veel mensen zeiden van. Uh, Goh, dat is ja. wel heel obscuur waar dat jullie over bezig zijn. Maar Die had veel van dezelfde invloeden als jij eigenlijk. Oh, ja. Van die mensen als Charles Burns en Robert Crumb. En al die ja. uh, klassieke underground mm -hmm. comics. Wat mij opvalt is uh, voor de tekeningen die je voor ons maakt zijn de onwaarschijnlijke uiteenlopende stijlen die dat je gebruikt. Hè? Van Robert Crumb-achtige dingen tot manga tot een fotomontage of gewoon pure oude comic-stijl. Hoe, hoe besliste jij eigenlijk, als je uh, de tekening gaat maken voor een aflevering, wat voor soort of stijl van tekening dat het gaat zijn? Moet het eerst gehoord hebben, of is je dat al iets in uw kop? Uh, nee, ik, uh, eerlijk gezegd, ik pak gewoon een potlood of een pen en ik begin. En, uh, uh -huh. en dat eindigt soms uh, in een crumpachtige dingen en uh, soms eindigt dat in... Uh, ja, in manga-achtige dingen of in fotomontages. Of... Ik heb nooit veel goesting om altijd hetzelfde te doen. Mensen niet, ik begrijp, dat wel, maar die bijvoorbeeld een hele helegaande strip kunnen maken, hetzelfde, die bijvoorbeeld een reeks maken en van twintig afleveringen met dezelfde figuurtjes in dezelfde stijl. Mm -hmm. Dat is voor mij. Ja, ja, dat is dus, mij ja. dus stel dat jij ooit echt succes, echt, echt, want je zit al mega succesvol, ja, maar je echt nou, succesvol zou zijn en je zou een reeks moeten maken, dat zou een nachtmerrie zijn. Ja, een nou, nachtmerrie. Ja. Dat zou ook echt, zo echt nummer twee zou compleet. Dat is wel helden, de, de nachtmerrie van elke uitgever. Ja, zo. We hebben ja. goud binnen, we hebben goud ja. binnen. Hij eigenlijk, compleet eigenlijk, constant eigenlijk nummer 1 gemaakt, snap je? Ik heb ja. je nummer 1 gemaakt, nu ben ik denk denken van shit, jongen, ik moet iets anders doen, man. So <laughs> far no good, nummer 1 nou, is eigenlijk ook nee, een hele hoop uiteenlopende stijlen, ook mm -hmm. weer een hoop korte ja. stukjes eigenlijk, dus het is inderdaad, dat blijkt wel zo te zijn. Mm -hmm. Dus stel dat jij een, 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 een reeks zou aangeboden krijgen, zou jij dat doen? Mocht, mocht iemand zeggen van... Ik zal u maar zeggen dat Marini je gaat bijvoorbeeld, die ineens voor DC een comic van Batman mag tekenen of zo. Is dat iets dat jij zou willen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat is alleen een beetje een jongensdroom. Maar aan de andere kant, is ook maar 22 pagina's. Als je dan een keer een special mocht doen, dat is ook. ja dat zijn gasten, zoals ik, zwart dat klinkt dan weer zo. Jack Kirby, die heeft 10 jaar fantastisch voorgedaan of zo, 150 nummers of zo. Heel het alles, ik vind dat. Toch heeft hij enorm veel beïnvloed en Jack Kirby, uh, wat het even gedaan uh, heeft, is dat hij, dat hij naar DC's is gegaan. Daar heeft hij die New Gods line gedaan. En heeft hij eigenlijk zo de grootste villain van uh -huh. de Justice League, Darkseid en heel dat ding ook allemaal um, verzonnen. Jack he, dus. Kirby staat voor mij echt. Dat, staat echt, dat, is, dat is een god voor mij. Is, uh, en omdat Waarom? Ik, omdat uh, ja, ik denk vooral voor tekenen. Ik, ik denk dat een comic-lezer als hem. Jack Kirby van de eerste keer hij denkt er van, dat is raar, het is een beetje, raar uit. en er en wat rare houdingen en mm -hmm. die anatomie, dat is ook compleet, ja, van het potgruksom. Dat is echt. soms. soms zit er links en boven in de pagina en een vuist en rechtsonder onder, een voet en die verbindt dat door. En dat is heel psychedelisch, ook en het is heel uh, ja. Ja, dan hebt ja, een hele, gelijk, ja. hele speciale manier van mee schaduwen te werken. Ik in zo ook, denk he. vooral dat een, een tekenaar is voor tekenaars, zodat ik ook schrijvers heb voor schrijvers. Ja. Ik denk dat veel comicliefhebbers zeggen van dat is allemaal te, te psychedeels of te raar. Of te, maar ik vind dat echt. Ik, ik ben er zeker van dat binnen uh, wat, 50 jaar of zo, wordt, dan is dat kunst, dan is dat, heeft dat dezelfde status ja. als Robert Crump ofzo. Of, uh, ja. Maar ik zei, hij... niet, ik zei dat niet zomaar. Hè, van de kunst uh -huh. want die heeft gewoon echt een hele iconografie uitgevonden van die houdingen. Die zie je ziet gewoon in moderne films, hoe die gasten mm -hmm. staan. En die heeft dat uitgevonden, hè? die poses mm -hmm. en zo. Dat was, vroeger werd dat niet gedaan. En superheld was, ja, dat was superman en die, uh, die stond met zijn handen in zijn zij. En uh, dat was eigenlijk heel statisch. En uh, Marvel comics, die hebben echt zoals, ja, mm -hmm. totaal omgegooid. En die hebben dat echt uh, 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 pop- art. Hè. Voor mij is dat echt. wat uh, is op uh, ik vind het altijd. Uh, dat is uw nummer één, eigenlijk? Nee, van mijn, eerst, nee helemaal niet. Maar als het over commerciëlen, Dat klinkt een beetje raar, maar. Kommerciële comics hebben is dat wel, ja. Dat is ja. ook dat is, dat is de man, die, ja, hoe die ook getekend heeft en hoeveel mensen nu nog daarbij invloed zijn aan woorden. Uh, ja. Dat is waanzin, maar, ja, mijn, mijn, mijn held, de laatste held die ik nog heb op alle gebied, ja. inclusief uh, films en, en muziek, is uh, Robert Crump. Dat is de laatste man die uh, in mijn ogen... Uh, al, ja, dat klinkt al een beetje belegen zijn niet toegeeft nou wat is niet onder druk van en voor de mensen die eigen... niet helemaal mee zijn wat zijn, ja. de, wat zijn zo de bekendste of als je iemand zou moeten aanraaien om één Robert Crump comic te kopen welke zou dat uh, dat is heel erg moeilijk dat is heel erg moeilijk dat is ook, dat is ook heel wisselend dat dus is altijd dezelfde stijl zijn maar dat gaat ook van ik ben bijna breugelachtige ja, Breugel oh ja echte echt ja. fine art tot uh, uh, dus uh, je hebt de Disney-karikaturen Disney met. Het uh, is altijd een beetje vuil, wordt daar zo genoemd, maar ik. Ja, ik vind dat heel schoon. Ik vind dat echt. Ja, een van zijn uh, figuren dat ook verfilmd is, zoals Fritz de Kat. Ja. Dat is ook een tekenfilm geweest. Uh, ik denk ergens in de jaren zeventig, denk ik zelf. Ja, ik weet het al niet film, waar ja. ik ook, uh, niks mee te maken wil hebben ook niet. Dus, uh... Hoewel dat ik toen, dat ik dat destijds zag, vond ik dat goed. He, toen ik ja. jong was en ik zag dat, dan vond ik dat wel een grave film. Want het dat is ja... een tekenfilm waar seks in Ja, en seks in en en drugsmoren ja. en, en, mm. en waar dat ook echt. He, een van die kraaien die dat dan over de. Eh, want hij, hij maakt dan ook, een, dan ook heel dat ding van Jim Crow met de, mm -hmm. de, de Die zwarte afbeelden af, af mm. als kraaien. En er wordt er ook een nogal redelijk gewelddadig in doodgeschoten. Mm. En dat was wel een... Een tekenfilm waar ik niet klaar voor was. toen ik ja. die zag als ik heel jong was. Ik dacht, dus waar, oh, een uh... film over een poes. En uh, ik, ja. was, uh, ik was niet echt al wel voorbereid. over wat dat ging zijn. Dus mocht hem nog ergens vinden. op, uh, op, op, op DVD of zo. Of ergens, dan uh, altijd wel checken. Want dat is mm -hmm. toch op zich wel de moeite waard. Ja, zeker in die in tijd. Hè. Maar waarom vond Crum hem uh... niet goed? Mm -hmm. Heeft hem dat gezegd? Waarom dat, uh, dat zo was? Ja, hij vond dat echt een soort. Hè. moet ik kom uh, commerciële uit. Al die finesse. Nee, de tekenstijl vond de man niet goed, mm hij -hmm. vond dat gewoon te, uh, denk ik, zeg het, uh, ja, ik denk dat Robert Crump ook geen, geen man is om animatiefilms te laten. Dat wordt, ja, die stijl is zo, mm -hmm. ja, dat is zo Robert Crump, dat is zo gedetailleerd, dat kunnen we een animatiefilm nooit doen, behalve als het een big budget is. Zou dat wel leuk zijn, misschien met nieuwe technieken of zo. Mm -hmm. Maar Ah, Fred the Cat, in op de animatieversie, ah, is niet herkenbaar. is, dat vind ik, hè. dat is uh, een kat, ja, maar... Ja, een van de laatste dingen dat hem, dat hem gedaan heeft, waar, waar hem nog alle kranten mee gehaald, inderdaad, Genesis, was zo de, hè, de, het, het, heel het uh, eerste boek van de Bijbel ja. eigenlijk uitgetekend. Um, wat ik grappig vond, was dat hem zo de Big Gats, uh, daar moest ik heel hard mee lachen. Je hebt zo'n heel hoofdstuk in... Geen is iets dat dan eigenlijk constant gezegd wordt: een die was de vader van den die En van den. <laughs> zo, Enoch begat Isaiah. <laughs> en hij mocht er dan zo'n zo zo hoofdstuk van dat hem gewoon de begets noemt. En een somt hem die ook gewoon allemaal zo mega droog op. Hij heeft echt gewoon een West de Kings Bible, of wat is het? Genomen. Mm -hmm. Echt? De, de officiële. Uh, ja. En hij heeft dat goed nagetekend, heeft ook geen enkel een tekst niet veranderd, of Nee, zo. En niks en toegevoegd. Is, het, is, het is echt letterlijk de is, tekst is, ik van, van, een van, van een ik, Ja, dat was ja. niet nodig. Ik heb begin geen, 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 niks extra aan toe te voegen. Dat dus gewoon serieus uittekent. alleen serieus. Ik bedoel in zijn stijl dan. Mm -hmm. Is het gewoon zo duidelijk hoe geschift dat verhaal is. En, uh, hoe, uh, ja. Ja, hoe eigenlijk. en hoe, ja, hoe en hoe ja, het is en, ook onwaarschijnlijk hoe veel en, en, en alles. Ja, dat is het, ja, dus, uh, <laughs> Ja, want hé, sommige mensen, het werd, het werd vaak misbegrepen als oh, hij doet zijn ode aan de Bijbel, terwijl dat hem eigenlijk Helemaal. gewoon door het uit te tekenen wou laten zien hoe absurd dat die op is. Vindt. Dat, ja. dat ik dat geniaal vind. Dat ik dat geniaal vind. Want de meeste tekeners, uh, ik, mm -hmm. inclusief, we zouden... Uh, ja, ik wil het niet meer vergelijken, maar ik zou uh, een karikatuur <laughs> maken, of zo, we snapten, of... Uh, of, of ja. Dat is ook prachtig, die, die tentoonstelling, hoe dat die ja. al die bladzijden rondhangen en dat er zo'n pijltje hangt om de eerste tekening. <laughs> Begins here. Ja. ja, onwaarschijnlijk. Dat is onwaarschijnlijk, he. ja. Ja, hele straffe gast. Maar dat is um, waar, want waar, waar is het dan? Um, want jij zegt, eh, je hebt heel uiteenlopende stijlen. Mm. Want ik, ik vind het bijvoorbeeld grappig, ik, ik begin daar dan van alles in te lezen. Eh, omdat je bijvoorbeeld Walter Bruce, die in hier zet, die dan intoe Rockabilly is, en dan mocht jij eigenlijk zo'n. Zo'n heel Charles Burns-achtige, bijna zombie-rocker-achtige figuur. Uh, en, dan, en dan met Maaike Kafmeijer, die dat hier vooral zat met haar gigantisch grote ogen, dat jij dan ook kiest om daar een manga-figuur van te maken. Is dat iets waar je je toch door laat beïnvloeden, door die mm. gast zelf? Ja... Door welke gast bedoel je? Door de gasten, ah, ja, de gasten sowieso. Ah, zo, nee. wie, wie het dan nee, ook nee, allemaal... Ja, uh, uh, soms denk ik, ja, Mike Kafmeijer, Ik dacht gewoon, ja, hoe moet ik daar in godsnaam voor tekenen? Al uh -huh. oh ja, dan denk je van ja, is wel een beetje mange ogen aan het <laughs> dat ja. dit zit. Allee ja, ik bedoel... Um, wat het is, klopt eigenlijk ja. keihard hè? Dat, is, dat is het, dat, dat vind ik het coole eraan. Maar het, het zotste vind ik zo die uiteenlopendheid van uw stijlen hè? die van Adil El Arbi en... Bilal Fala. En dat, dat is bijna Basquiat bij momenten. Ja, allee, ik zijn, denk dat, dat men, allee, ja, ik weet niet, genoeg waarschijnlijk mijn zwakte tegelijkertijd, dus ik ben er zoveel beïnvloed, sinds dat ik, ik ben respons die alles opnam vroeger. Mm -hmm. Sinds dat ik jong was, tot nu nog, denk ik ook niet... Ja. Ik zou uh, heel erg vinden moest ik te beperken tot één ding. Ik, voor een, in één dag wil ik ja. iets meer... Je uh, ook iets van Vandaag, Bill uh... vind ik zo. Het is zo, zo dat heel... Ja. Nou, ja, dat je mixt met Basquiat had of zo. Als dus er ja. één ding is wat ik niet, en dat is heel raar, door nooit echt door beïnvloed ben, is de, Vlaamse strips of zo, en is nochtans ben ik ook uh, maar opgegroeid in een dorp in Limburg. Mm -hmm. En uh, heb ik dat allemaal gelezen tot mijn uh, 13 14e, maar dat was eigenlijk, maar ja, ik vond dat heel tof, hè. Ja. Maar ik ben pas echt, uh, mijn ogen gingen pas op, denk ik uh, van die vertalingen las, van Hollandse vertellingen, van comics en zo. Ik mm -hmm. dacht van, oké, okay, dit kan ook, dit, uh, ja. ja, het hoeft niet een uh, professor... Uh, Moest ook heel hard lachen met die ene dat je voor De Xander gemokt hebt. The last human being that still gives a fuck about Flemish ja. Television. Is dat iets van uw eigen sentiment dat je daar hebt in gesproken? Ja, dat gebeurt meestal wel, ja. Dat ik durf geen steek van mezelf. Uh. Mm -hmm. ja, ik ben ook nog enorm druk maken. En uh, soms denk ik van, uh, ik heb uh, alleen al een boek nodig om mijn ergenissen uh, over één onderwerp. Uh -huh. Allemaal te tekenen en dan begin er aan. te denk van dit is too much of zo. Dus, uh, ik kan hier 500 pagina's over tekenen. Maar... Je heb dat al gedaan. Je hebt al 500 pagina's over iets getekend. mocht ja, nee. ik kan hier 500 pagina's over tekenen. Dan pleeg je zelfmoord. Ja, echt. Ja. Studio 100. 500 uh, ja, tekeningen ja, over ja, Studio 100. Dat gaat misschien ook wel lukken. <laughs> <laughs> dat was, uh, We mensen thuis, uh, dat was wel fantastisch. Dus, uh, Twee weken geleden, zeker al, hadden we Christopher Beken. Ja, ja, Wat een heel schone uh, aflevering. Uh, Absoluut. 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 Ja. Een heel mooie aflevering. En uh, dat is altijd zo, elke vrijdag uh, stuurt een Bart aan de comic door. En ik, ik heb daar ook nog altijd neem ik, ik had zo een klein beetje zo. ja zo wat spanning. Ja, ik vind het altijd leuk. Ga uh, ja, omdat ja. Bart en terecht carte blanche. En uh, ergens hoop ik dan altijd. Ik hoopte eigenlijk al. Hopelijk heeft hij het beluisterd. En hopelijk heeft hij ook zo het leuke erin gezien. <laughs> En ik, kreeg, en, ik deed, en ik kreeg de mail en meestal doe ik eerst de tekening open. Mm -hmm. Omdat dat, met mijn telefoon zo openflasht, maar meer van de reden dat ik die een bewustend dag toch eerst de mail gelezen. En het begint eigenlijk heel lief. Uh, zo van ja, die kistel was eigenlijk wel tof en dat was wel leuk. Dat is ook. Mm -hmm. Maar. En dat wist ik al. <laughs> en dan, uh, maar er is juist uh, een boek binnengekomen van uh, de medeoprichter van Studio 100, Hans Bourlon, En dat is verschrikkelijk. Dus sorry, Christel. En dan deed ik het open en dan was het eigenlijk gewoon een hadklacht tegen Studio 100. <laughs> dus Kristel beken heeft er eigenlijk uh, dichtbij gezeten om een schone cartoon te krijgen. Maar toch weer een ex werkgever en toch weer voor gezorgd. Dat, dat had, was eigenlijk uh, heel, heel toevallig, Want ik, ik had al die aflevering gezien. Ik vond het ook zeker. Ik vond het ook. Mm -hmm. Tof, met dan en alles. Ik heb ook niks. Alleen, ja, snapte. Mm -hmm. Dezelfde dag kwam dan de knak in, in de brugbus. Ik, ik heb hem een, een gratis het... boek bij. Ja, 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 en een ja. gra ik geef een gratis ja. boek bij. Ik een handboelon. van ja. Serieus? Hoe kom, ten eerste, hoe komt hij daarin met de FNAC? Het is geen, geen het is zo, Nee, Het is handboelon die, die in de fnak komt. dan. Dat is via trends dan of zo. Dat is ja. al Ik denk van waarom die. Uh... Ja. En dan een tweede, denk ik daar zo echt twee commons van gelezen. Ik dacht van jezus, man, echt. Mm. Ah, ja. Ik las het ook en ik dacht ook van. Dit is wel iets heel weird om bij de, bij de knak uh, te krijgen op de weekend DC. Dat is het enige dat ik, uh, dat ik mij daar ook een beetje bij had. Ik denk dat je ook een aflevering kunt maken. Gewoon over uh, in je face gedrukte releases. Op één hmm. natuurlijk die YouTube plaat. Nou, uh, dat was misschien een van de beste momenten. Uh, ik bedoel, ik denk dat daar zelfs. Ik denk dat daar zo want met YouTube. Ik zit ook zo in het uh, link. De ene kant fantastische songs. Aan de andere kant is dus ook voor mij alles wat er mis is met muziek. Ja. Maar dat was die eentje zo, voor de halters was dat wel een denkbare zo. Ik snap niet waarom dat mensen dat eigenlijk nog doen. Maar Goh, ik, heb... ik denk met, met U2 was het gewoon een experiment van wat hebben die te verliezen? Want die hebben toch al zoveel succesvolle releases gehad dat het eigenlijk niet het Maar ik denk ook wel dat, dat wat, wat ze wel gemerkt hebben, denk ik toch, hè, want ik, ik heb er nu niet zoveel meer over gehoord, maar dat, vooral dat niemand daar echt mee opgezet was. Je kreeg je was. er ook niet goed af. Bij mijn vrouw zat je er nog ja, altijd op. Ja. Je en, moest en, echt al van, van ja. goede technische huizen zijn ja, om je er binnen de vijf minuten af te krijgen. Ik heb ja. dat wel gezocht hoe Moest. Ik heb uh, <laughs> een boekje bijgehaald om uh, toch uh, jij echt de moeite uh, gedaan om uh, te, ja, te zeggen. Maar ik heb niks tegen. Wat oh, ja. was je enfin, titel? Echt. Dat was ook een vreselijke titel in dat verhaal. Was dat Songs of Innocence of zo? Dat dat was, dat... Waarschijnlijk. Ja, dat kan maar wel. ik heb ook niks tegen. tegen oh, sorry nogmaals, tegen Hans bourlon of zo. Uh -huh. Maar ik heb wel iets tegen die, die opdringerigheid. Ik heb mijn kinderen dat? ook. laat kinderen mijn rust maar die Studio 100 die... En wat is uw probleem in Studio 100? Wat mijn probleem is Studio 100, dus is gewoon dat dat zo keihard wordt gepusht. Mm -hmm. Ik heb niks tegen, tegen die producten of zo. Je kunt wel zeggen, je hebt me nooit origineel gedaan. Dat vind ik, vind ik wel, die gepikt. Mm -hmm. uh, of mm -hmm. heb je, ik zei een Vlaamse versie van gemaakt. Tot mm -hmm. daarom toe. Maar gewoon die opdringerigheid van, dat, ik, heb, ik heb een dochter. Toen ben ik vier, vijf jaar oud, ik kon nergens komen. Papa, ik moet hier uh, mm -hmm. plopkoeken, ik, moet, ik vind dat verschrikkelijk. Ik denk van, ik moet als vader ja moet eigenlijk een achtersteen maken kan je right, uh. Want je merkt bij veel vaders bijvoorbeeld, dat ze dan, of, of moeders, als ze een kindje hebben en dat kind wordt gelukkig van die, van die spullen... Dat, we, dat, dat ze er dan meestal softer ja. in worden, maar dat is bij u niet echt gebeurd. Nee, omdat ik ja, ik heb ook dat volghouden klinkt zo raar. maar er is mm -hmm. niks, niks, niks mis met mijn dochter. Ik heb die gewoon andere dingen aangereikt. Ik heb nooit een DVD gekocht van K3. Ja. Die is perfect gelukkig opgeroeid en die heeft andere dingen. En... Maar wat denk je dat er iemand die dat wel heeft gehad, dat die dat niet perfect gelukkig opgerooid? Nee, maar ik vind dat er ook wel heel licht overeengegaan wordt. Ik dus, me eens maar kijken naar. Ik heb een keer dingen gezien, Ik had er met een en Woppy. Dat was van mijn nachtmerrie. Dat was zo lekker. <laughs> ik like, weet nog die van Brain Braindead die weet je, een keer een keer film gemaakt over zijn muppets ah, ja, uh, ja, Peter ja. Jackson. Dat was zoiets onbedoelds. Ja, het Ja, dat was wel echt onbedoeld soort. Dat was keivies. Dat was zo lekker heel donker en en ja. dacht, hij dan is en Wopje dat alleen. Dat noem je maar flitsje en flotsie. Ja. En uh, er waren mensen in een raar pak zetten. Oh ja, En die dan, ah, ja, ik ja. je moet het dan. het is gewoon echt. Het was nacht mee. Ja. Ik ging daar met mijn dochter en dan keek ze van. Uh, wat is dit? En wat, wat, Naak, waren nee. nu, wat waren nu alternatieven <laughs> dan? Wat waren dingen dat jij dan aan haar het het aangeleerd dat je zei van dit is, dit is iets ja. anders of ik wil u niet alleen die die vorige dat koude dat klinkt, dat klinkt al gegeven. pretentieus wat ik zeg, maar tuurlijk. Maar ga oh, ja. zit ja, nou, je zitten met pretentieuze nul dat je zit hier ook in, zit ook in een blazer, man. je een blazer aan. heb dus ik heb een T-shirt dus aan. Dan dus dat ik er zit. Nee, bijvoorbeeld ze zot van was, ze denken gezien de Nightmare Before Christmas. ik vond die pas een dag toen ik was ja mm -hmm. ontdekt wow die film ik was 20 jaar toen die uitkwam en ik vond dat als twintigjarige vond ik daar mm -hmm. tim burton ongelooflijk en dat was ja. ook allemaal origineel hè dat ja. is niet van pikken, ah oh, oké okay, halloween bestaan zo en of dat bestond al een idee al heel lang maar toch dat is zo creatief en, uh, ja, en vooral ook uh, stop-motion. Uh, dat is stop ook het idee dat dat echt letterlijk ja. toen nog pre-CGI. Allee, er ja. zitten misschien nog één of twee CGI's in. Ja, ik dingen kan me niet. voorstellen dat ook geen budget voor is met te maken bij Als je zoiets wil. Maar gewoon allee, die creativiteit. En ook zo. Dat wordt er dikwijls vergeten. Dat is ook allemaal zo C bij Dat is ook allemaal zo. Allé, voilà, veilig, terwijl... Ja, nou, dat is een klein beetje te vergelijken met zo die Amerikaanse dingen, dat is Nickelodeon en zo, hè, waar je ook zo allemaal van die dingen krijgt. Eh, maar bijvoorbeeld angst of zo, of horror, of ja. lekker like daar. kinderen vinden dat fascinerend. Nou, ik wil dat niet zien, ik wil dat niet zien. En dan kijken ze nog eens en dan... Ja. En dat wordt gewoon weggefilterd in Vlaanderen, vind ik. Zo dat dat... dat... Maar dat is een beetje een de Denk ik de, 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 Ik vind dat wel spijtig. Dat hadden ja. nog met Disney-films, ja. zeker. Als je zo die oude Disney-films zet, gelijk waar je zo de transformatie ja. van de koningin naar de heks hebt of zo. Ja. Dat waren best. Eh, of of, of Maleficent ik, ik of zo. zo. Ja, Geweldige films, echt. Uh. Dat, is, dat is super cool, hè? Ja. Maar dat is dan uiteindelijk toch ook wel een commercieel machine. Het me, nogmaals, het gaat me niet over commerciële ja. dingen. Um, mm -hmm. Maar ik hou niet van die ja, opdringerigheid en van die. Bijna, uw kind moet het bijna gehad hebben, of, of ze heeft geen jeugd gehad, of... Uh, mm -hmm. Ja, en het is gewoon shit ook al, ja, kom. <laughs> ja... Ja, ik kan niet volledig het oneens met u zijn. Het is gewoon, het ding was... Ik denk dat dat bij mij was, en misschien bij u ook wel, wat dat je met veel ouders zet, is de gemakkelijkheid ervan. Wat, dat, mm -hmm. wat dat ik u eigenlijk wel een beetje voor bewonder, dat jij zegt, nee, daar zink ik tegen blijven vechten. Voor mij was dat Vrechten. gewoon redelijk simpel, en ik had zoiets oh, oké, okay, die vindt dat cool, die ja. is bezig, hè? tof. Ik, ik vind... heb die wel sowieso ander dingen meegekregen omwille van wie mm -hmm. dat ik ben. Zag die ook. Is het ook dingen? niet een oh. fase of zo? Ik zit ook met mee, mee een klein thuis en dat is ja, zo. Zie al periodes. Maar ik, wat ik wel altijd, um, want ik denk dat alles wat gezichtte kunnen weinig tegeninbrengen. Het is allemaal zo. Het is zeker met momenten plat. Maar ik weet dat als ik dan eens alternatieven ging zien, die dan in dit land. En dat soort typisch. Het kan ook nooit niet dan zo'n beetje meer naar het midden opschuiven. Hè? Als als je 100 links is, mm -hmm. dan is dingen als bijvoorbeeld een kapitein Minocchio dat ook tof is, die zijn uiterst rechts. Het is uh, altijd hier. Um, steeds en, om straat. Uh, en, uh, maar ja, maar ja. Sesamstraat, is dat, nog, is dat nu nog relevant voor de jeugd van nu? Dat weet ik niet. Ai, voor de kindjes dat, misschien van misschien nu? Dat weet ik niet. Ja. Goh, ik denk, het, is een, het is onlangs nog in het nieuws gekomen dat een van de scenaristen van uh, Sesamstraat. Uh, officieel uh, dik tegen de goesting van de makers, by the way. had toegegeven dat hij. Zelf gay was en, en Bert en Ernie altijd ja, 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 gezien tuurlijk. als een homo-koppel. Maar dat veel Amerikanen weer al helemaal up in arms De over banaan werd ineens iets totaal ja. anders. Je zit in. een uh, <laughs> banaan in je oor. Ja. Ja. Ik kan niet slapen, Bert. Sorry, Bert. <laughs> ik, vond dat altijd, ik moest wel altijd lachen met die. Inderdaad, wat, wat, wat je zegt klopt wel. Zo, want er zit een enorme creativiteit aan die hun humor. Hè? Het feit dat Bert en Ernie met twee in een bed liggen. En dat dat, 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 dat je, Die willen in slaap vallen. En ineens worden ze zo. Eh, 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 eh. En dan Bert zegt. Ernie, wat ben je nou aan het doen? En dan zegt hij. Ja, Bert, ik kan niet slapen. Ik, ik tel schaapjes. En dan zegt hij. Ja, kan je niks anders tellen? En dan worden ze zo. Eén straaijaar, ja. Eén, zo, zo dat je zo fantastisch. Maar, ik, maar ja, dat kalde toch echt in, want ik ben ook zo'n jaren tachtig kind, mm -hmm. gaat zo'n een heel van dat ding hè. Gaat, uh, nu gaat weer, uh, allez, Theo en gaat. Onderuit ze weer. Allee Theo en Theo. Rainbow ja. en. Uh, ja, en de Rembo, uh, Jiskevet, ja, ja. dat waren allemaal... de Dat was Nederland vroeger, het absurde, dat was de uh, VPRO, dat was... Like pure, WPRO, dat was Terug, TV, zo ja, raar. Achterwijken in de kast en zo. Dat was, maar ik me afvraag, is dat nu nog, nog bij de of zijn die daar ook versoft? Holland is ook helemaal kapot. Want ja. <laughs> nee, Theo en kapot. Thea, dat was ja, waanzin, ja. hè. Maar er bestaan nog wel een aantal waanzinnige dingen. Dat zijn dat dingen natuurlijk. die wij niet de, zien. De grote meneer Cactus Show, dat was ook zoiets... Als je dat ontleedde, dat was... Ja, op Cartoon Network je soms van die ADHD-cartoons. die zo compleet gestoord zijn. Gelijk de Powerpuff mm -hmm. Girls. en zo nog van die andere dingen. waar je zo echt van. Hè, waar zo heel absurde dingen gedaan worden soms. dat ik echt zit te kijken en denk. deze is redelijk gestoorde mm -hmm. tv. En ik merkte toch ook dat mijn dochter daar ook heel hard om kon lachen. om zo'n humor. dat hij misschien toch een beetje gesofisticeerder was. dan iemand dat struikelt over dan? een bal of zo. Vindelijk kinderen kinderen ja. kunnen veel meer, meer hebben. Mm -hmm dat mm -hmm. je denkt, hè. Ja. En het, uh, er, er bestaan nog wel, wel zotte dingen, maar het is minder alomtegenwoordig. Dat is meer niche, niet iedereen kent hè. dat. Terwijl dat... Sesamstraat, hè, al die Theo en Thea, dat heeft dat, dat iedereen gezien. Hè, in een, Van dat, onze generatie, zo. zeker. Dat zijn ja. dingen die toen iedereen mee opgroeide. En ik denk wel dat uh, dat, dat een serieus verschil is met, met nu, wat dat er nu mainstream is. Dat dat zeker minder gewaagd of minder zot mm -hmm. is. Maar zo'n ook, ook schema ook een deelstoort eraan is... Uh geeft geef mij heel veel geld, geeft mij heel veel geld uh -huh. en ik probeer probeer wel iets te doen. Dat gaat me niet goed zijn, maar ik denk wel ik studeer honderd nogmaals. Hè. Yeah. Probeer ze iets, jong. Dus oh ja. Is al dat het? Geld. Loaded? Je al kunt alles proberen ja. wat je wilt. We gaan we doen? Nee, we gaan. Uh, ja, maar dat is ook wel het tien. Dat, dat, dat vind je ja. televisie in het algemeen wel geld. Niet alleen voor kinderprogramma's. Nee, dat is waar. maar probeer ze iets. Zeker, allee, ik weet dat Alexander er altijd, dat, dat een van die zijn stokpaardje is, zo, dat hij hem altijd zegt van ja, mm -hmm. op zondagavond is er toch een miljoen mensen die kijken. Dat zijn toch zombies die gewoon toch niet ver, uh, van post veranderen. Dus je kunt er eigenlijk ja. echt wel eens even scheef gaan of een beetje scherper uit de ook komen. Mm -hmm. En het is gewoon niet onmiddellijk alle, alle aandelen doen. Het is toch raar, blijkbaar Ja, ik weet het niet. Ik, 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 ik vind uh, het is Want het, wat ik ook interessant van wat jij er zus zei, was: Holland is ook helemaal naar de kloten. En waar haalde dat van dan? Of hoe voelde dat? Dan denk ik, ik. Ik was vroeger. Ik, ik, ik kom van uh, Noord-Limburg. het uh -huh. was ik, me ik, nog niet op. Ja, <laughs> ik Denk dus altijd naar. Uh, Nederland, Nederlandse zenders, mm -hmm. altijd, eigenlijk thuis iedereen ook, dat was uh, in plaats van, dat was het nieuws op BRT, en daarna was het gewoon Holland, Ron's Honeymoon Quiz. En, mm -hmm. uh, <laughs> ja, Ron steder En, uh, <laughs> en Wilmer en zo. En, uh, mm -hmm. en dat was fantastisch in die tijd. In ja, die tijd misschien nu niet, maar later kwam er, uh, Koot Bee was daar, mm -hmm. had ik had een even gekeken, Koot Bee, M.D.B., Yeske ja. uh, Fett, uh, ja. Arjan Eterveen, en dat was voor mij, dat was geweldig, ik lag daar plat van lachen mee. En, uh, Nee, dat is... ik, zie, ik, zie dat, ik zie dat niet meer nu, ik zie dat niet meer. Volgens mij, mij op... dat er niet, volgens mij is dat er gewoon niet meer. Nee, mm -hmm. ja, dus, okay, maar ook, Is dat, dat niet gewoon... Al, 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 al in, oud, een oud... En uh, YouTube, dat is... gewoon niet allemaal overgenomen? Mm -hmm. Er zijn geen vervangers meer. Er ligt nu zo die één in Volgens mij YouTube uh, alles overgenomen. Want ik denk... Allee, als je, want je kunt hier heel snel weer gaan in het... Uh, ja. ja, ik weet het. Een paar, even, al mensen, ja. een paar al mensen die klagen dat vroeger beter is. Ah, dus en dat, Nee, maar er is ook niets mis mee. Want als je het klagen wegneemt, dan blijft er nog altijd een analyse over... ...dat op zich dan weer nuttig is. Maar ik heb de indruk dat Misschien nu nog niet, dat het weer zo'n overgangsperiode mm -hmm. is ja, Die, die alternatieve filmmakers. of die mensen die vroeger zotte ideeën hadden. die kunnen niet meer op een televisie terecht. Iedereen dat hier geweest is, van de Nadrian, van de Noof. tot iedereen zeggen: het is niet meer zoals vroeger. Mm -hmm. Dus nu zitten we misschien in die periode dat dat dan even niks is. Maar zoals YouTube ontgroeien is en online ja, is kanalen. Waar. Ik bedoel, daar zit een, een hele generatie vloggers en, en filmmakers. die. Ja, die allez, ik las het onlangs. Dat was dat, dat, dat ik eigenlijk een beetje. wat me ontgaan was. Will Smit, mm -hmm. iemand dat gelezen? Nee. Dat is Will Smith, die nou basically alles kan doen in zijn leven. En mm -hmm. zeker op professioneel vlak. Die pompt geld in. Uh, dat is een vlogger. Ja. Dat is een vlogger die. Je kan elke film maken wat je wilt. En die heeft nou zo'n YouTube-kanaal. En je die, die filmt en je doet actie. alleen die doet. Do, zijn leven filmt hij. En dat is. Dat is een, vlogger like een ander, natuurlijk, met veel meer middelen. Maar zelfs zo'n gast. Mm -hmm. Houdt zich daarmee bezig. Ja, maar ik geloof er ook in. En ik vind dat geweldig. Dat je Om ik uh, deze tijd, onder je allemaal kunt doen, voordat ge... mm -hmm. je... Zie deze. Het is fantastisch. Als je nu 18 jaar is, je hebt talent, kunt, doe wat je wilt. En doe wat je wilt. Als je een beetje creatief zo goed zou, niet veel geld hebben, dan uh, kun je doen wat je wilt. Het is fantastisch. Misschien is, misschien is humor ook veranderd. Ja, er is zeker veel ja, veranderd. Dat voel ik, ik ja. ben nu aan try-outen met mijn show. Ik heb er nu twee redelijk lousien achter de rug deze, <laughs> deze weekend. Waardoor dat je terug even de puntjes op de i kunt zetten. Van... Maar je voelt wel dat gevoeligheden veranderd zijn. Dat de manier waarop dat mensen reageren op bepaalde onderwerpen. toch veel gevoeliger is dan zelfs een paar jaar geleden hmm. nog maar. Omdat je eigenlijk ook weer al terug. Dat is dan vaak via media, zeker als je dingen leest, gelijk. Knak of geleesting dingen gelijk de Morgen of de Standaard. En zo'n bepaald idee over wat de mensheid is. En dan moet je nog eens een HLN lezen. om te zien dat er nog een heel andere helft is. die misschien een pak groter is. Hè? wat nog interessanter is om zo. te lezen. Maar je voelt wel dat, dat bepaalde onderwerpen hè, leven onder de mensen. en andere onderwerpen voelde soms de enorme kloof tussen wat jij denkt dat er leeft. omdat je mm -hmm. dat in je kleine bubbel leest. Hè? Zo heel het gendergegeven bijvoorbeeld. Als je de morgen de standaard in de knak leest, dan zijn we precies met niks anders bezig. Als je in een café de wipschutter in context staat, dan merkte dat het nogal meevalt. Shout out me naar de Michiel en de wipschutter. Ja, dat zou wel zijn. Misschien voor de try gisteren. Sorry dat het zo roemelig was. Ik heb mijn best gedaan. Dat wordt wel beter. Maar dat zijn altijd van die dingen waar ik van denk, ja. Je, 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 je gaat je toch moeten meten met een realiteit, met mensen. En daar is mm -hmm. comedy wel heel goed voor, doordat je rechtstreeks in contact staat met je publiek. Hè? Als je een tv-programma mocht, we weten eigenlijk niet hoe mensen erop reageren. Totdat mm -hmm. je wat reviews begint te lezen of mensen wat dingen zeggen. Maar comedy is enorm direct. En dan ja. voelde je meteen. Ik zal nu bijvoorbeeld zo zeggen. Als je tien jaar geleden een grap maakte waar het woord neger in kwam. dan verpinkte niemand hier in, in België. En nu voelde dat dat een geladen woord is. Veel meer dan een aantal jaar geleden. Je voelt dat bepaalde gevoeligheden echt zijn opgeschoven. Doordat je waarschijnlijk ook um, veel meer jongeren hebt die in een etnische andere achtergrond hebben. en daar ook veel heftiger op reageren dan vroeger, waardoor dat je ook in een ander. Hoe is dat in comics eigenlijk? Maar uh, ik weet ik heb een, uh, een paar <coughs> uur geleden had met die een uh, nieuw, die Frank Miller zo die zit hier boven is die ziet een jihad uh, Oh die ja die had holy terror uh, holy terror ja 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 en, en, ja, ja. Ik, en uh, <laughs> die gelezen ja die is nee, daar die is dat ik zal hem wel op uh, ik zal dat, op het screen zetten dat is uh, ja ik weet dat het was een ding toen hij eruit kwam mm -hmm. het was al aangekondigd als het is fout ja. en dan heb ja, ik het ook gekocht want ik zijn natuurlijk een sukker voor fout. Oh ja, uh, uiteraard. Uh, Aren't we all? <laughs> <laughs> en, <laughs> en ik betrep, want ik, ik vind eigenlijk wel, een, en wij ook, hey, daarom dat we deze ook samen doen, we hebben een. Uh, dan moet ik het goed uitdrukken dat we zeggen onze threshold, onze drempel naar fouten, die is zeker bovengemiddeld hoog. Absoluut. Ja. <laughs> ik, ik, ik ben niet. heel blij dat sommige van de gesprekken die wij hebben gehad, die we niet aan het opnemen zijn, ook niet opgenomen ja. zijn. Want die praten niet goed. Nee, voilà. dus, dus. Maar dat is ook goed. Dat is ook een off-knop voor. Maar uh, de je gaat eigenlijk al met die ingesteld hebt, begin, die comic dan te lezen. En uh, ja, ik betrapte mezelf door de hoek op dat ik dacht, god ja, ik snap al van waar het komt. En daarom merkte ik ook wel dat het een tijdsgeest is waar je zelf ook wel door beïnvloed wordt. Ja, ja sowieso Holy Terror was origineel uh, bedoeld om een Batman-verhaal te zijn. Hè? Maar dat is ook omwille van uh, het onderwerp, namelijk een superheld die ze tegen jihadisten uh, gaat vechten. En uh, het figuur dat het uiteindelijk geworden is, is, is geeft nou? hem eens even, dan, dan, kan ik het, dan kan ik het zien. Het eh. Uh, holy Terror. Het, ja, de, het, het hoofdfiguur is. Het zijn het uiteraard zo een beetje Batman en Robin-achtig figuur. Alleen is Robin een Catwoman-achtige een vrouw in Bondage outfit. Uh, het heeft ook weer zo dat lettertypen en heel die stijl van 300. Dat hem, dat hem toen al hanteerde, maar het, het hoofdfiguur is in ieder geval iemand die dat hem ten strijde trekt tegen, um, tegen ja, jihadis. Maar wat het vooral gewoon heel erg is, is dat het is enorm uh, reactionair is. Je hebt zo heel erg een gevoel dat hij na 9/11 heel boos was. Frank, Frank Miller Mills. is dat zo geweest. Als je ja, tuurlijk. Night Returns. Sorry, maar dat is ook een heel, recht, heel rechtse strip. Als maar ja, tuurlijk een, is, een, 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 tuurlijk een, is, een, is dat zo. Sin City, dat is compleet. Ja, ik denk dat Frank Miller gewoon in een rechtse zak is, zoals ze zeggen. Maar dat wel, maar dan Die een tripstekend. Maar Bart, en, uh, dan, dan, kan bewijst kan dat toch, dan bewijst het wel dat een tijdsgeest Plop, in een, een andere context tegen ja, zit. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, als je moet, allee, moet ja, alleen in een strip enkel gaan en de comics vergelijken van na, de, de dark, dark Knight Returns, of je begin jaren 90, dat wordt allemaal donker. Nu ook die gasten, dat is niet meer vroeger was de superhelden, dat was, uh, die hebben die allemaal guns schieten die ieder een verre bloedspad van. Het uh, ah, dat is, dat is, dat is veranderd, het ja, is veranderd. Uh. Ik kan het niet ontkennen, het is dus donkerder geworden. En, uh. Maar wat ik wel vond van de Dark Knight Returns, was dat is rechts, maar dat deed ook nog een kritiek op daar rechts. Hè. Dat was hem was wel subtieler. Wat, wat, wat tof eraan was... Was dat hem eigenlijk liet zien dat als een Batman zou bestaan, hoe de maatschappij erop zou reageren? En hij liet ook verschillende kanten zien. Mm -hmm. hè? Hè, Zo'n ene kerel die je daar letterlijk zegt: van, Oh, I hope he goes after the homos next. Hè? Tot, tot iemand die je uh, die, die daar zegt: van, ja, Dat kan eigenlijk niet. Hoe iemand dat het recht in eigen handen neemt en dat soort dingen. We moeten, daar, we moeten dat, dat vooral proberen. He, zo van, van, van dat binnen de perken te houden en dat die toch moet onderworpen worden aan on een of andere wetgeving of zo. Dus dat waren allemaal heel nieuwe concepten voor in de comic over een superheld. He. Dus op zich was dat toen nog wel niet zo reactionair als dat je denkt dat die als een nieuwe dingen allemaal meer zijn. En puur technisch, uh, als, jij zoiets, als jij tekent, als jij iets maakt, is dat... Uh is dat old school? Is dat echt tekenen? Of is dat tegenwoordig ook niet meer met SQ-tekeningen zien? Of zeker zo als je die Robert Crumb dingen ziet, dat lekt nog heel hard op iemand die goed kan tekenen. Mm -hmm. Of is dat tegenwoordig ook allemaal, zoals bij uw computer, invullen? Een pen? Nou, dat ligt er gewoon niet. Ik doe beide uh, met potlood en pen en uh, ik heb ook zo'n wakker. En uh, ja. Oh, het is een Wacom voor de mensen. Dat thuis. is uh, een soort heel grote iPad. Ook ah, ja. je okay. tekenen. En dus, ja, als je een moderne comic koopt en ik verschiet ervan. dan is, is bijna niet meer tekenen. Hè? En dat zijn is, dat is bijna filmscènes. Ja. Die moderne. Je kunt het niet maken, dat kun je niet maken met papier. Uh, nee. Je kunt het niet tekenen. Dat is bijna. Oh, ja, ik heb van de week een ding. Is, En al Star wat, wat Wars zie je dat dan. Als jij er A, nog kijkt en je ziet. Die kopies. Ik heb een Star Wars comic van de week, dus in de juni, pas een maand uit. Die, volgens mij bestaan programma's waar die, al die vliegtuigen en die... En die uh -huh. in, ja, in, in dat programma zitten en die worden gewoon gekopieerd in 3D. en uh, Je ziet dat gewoon, uh -huh. dat zijn kopies. En ik denk, denk die figuren die zijn, bijna, die zijn bijna foto's. Ja. Ik denk dat er heel weinig tekenwerk nog te, uh, om aan te pas komt tegenwoordig. Om toch maar de vraag te stellen, dat is niet echt iets waar je blij van wordt. Ik heb... Nee. Ik, uh, ook niet... Uh, ik heb er eigenlijk niks, dat is we in 2018, moet ook niet meer met pen en inkt. Dat hoeft, hoeft ook niet voor mij. Het is, uh, maar mij gaat het meer over: like, uh, als je nu naar uh, Captain Marvel zie, uh -huh. hoe lang kunnen we nog, uh, wij, hoe lang kunnen zij nog uh, doorgaan met films maken die. Hoe lang? Nog twintig jaar? Ik geloof dat niet. Het mm. lijkt allemaal op elkaar en, en de mensen heel rabeus zijn. Ja, maar ja, dat is zo werkt Zo weet ik het nee, maar voorlopig is Voorlopig brengt dat geld op. En als dat ja. geld, geen geld meer opbrengt... Ja. Star Wars heeft de hoek... Of Disney heeft van de week de hoek toegegeven dat ze te veel Star Wars films recent gemaakt hebben. Ja, ik denk dat dat ook logisch is. Wij waren daar even heel blij mee. Hè? Zo, oh, wauw, elk jaar een Star Wars film. Hè? We zagen dat zitten, maar... Het, het, bleek, al, het, bleek, ja, al, het ja. bleek al heel snel dat na vier na elkaar we er al wel waren of zo. Hè? Want ik vond Solo... Ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat hem geflopt is, want zo slecht vond ik hem. Toen hij gewoon pech Alleen, had met zijn timing. Ja, dat is gewoon iets waar we van dachten. Als hij nu een jaar later was uitgekomen, was het eigenlijk al minder erg geweest. Als er al twee jaar tussen, hè, tussen The Last Jedi en Solo had gezeten, dan denk ik dat dat het veel beter had gedaan. En ik heb nu net nog wel iets gelezen wat redelijk cool was. Dat is, uh, dat is een Batman strip en die heet Damned. En dat is getekend door Lee Bermejo. Ik weet niet of je die kent, maar die heeft ook zo'n hele realistische uh, tekenstijl waar je bijna de kleren voelt dat de, mm. dat de persoon aan heeft. Hè. Maar het deed mij ook wel heel hard denken ja. aan wat jij zei van het, uh, van het, 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 het bijna. Ge, hè, zo, je ziet hem tussen gebouwen zitten en in die gebouwen zijn eigenlijk foto's bijna zo goed als. Ja. Hè. Dat je minder het gevoel hebt. Maar dat was één uh, redelijk controversieel ding rond te doen. Waardoor dat het blijkt dat de issue die ik gekocht heb heet Batman Damned. Je moet het misschien eens opzoeken. Mm -hmm. Maar dat was al iets uh, redelijk controversieel. Je ziet Batman dus uh, zijn Batsuit uittrekken. Terwijl dat hem uh, de Batcave inwendelt En hij, er wordt zo'n schaduw gesuggereerd dat je ze een piet ziet voor de eerste keer, hè? de hmm. bad piemel. <laughs> en dat werd al meteen gevraagd dat ze dat zouden verwijderen, dat dat eigenlijk ja. niet kan. Dus de tweede editie gaat dat donkerder zijn, zodat je dat niet ja, ziet. Ja. Dus ja. de eerste editie is eigenlijk al een collector's item ja. geworden. Hè? Dus uh, redelijk cool eigenlijk. De schrijver is Brian Azzarello, dus het is wel een redelijk graaf team. En die tekeningen, hè, hier, heb je, ja, je zo, hier hebben ze het al donker gemaakt. Mm -hmm. Maar dus je ziet, als je het ziet in de comic, is er zo'n outline dat je, zijn, ja, dat, je, dat je hem eigenlijk ziet. En dan dus mag iedereen zijn kop, zijn kop inslaan. Maar zo'n people mode niet zien. Het blijft ja. eigenlijk nog een klein beetje Amerika op dat vlak. Hè, dat Kijk, je goed, toch voelt ja. van: het, ze zijn nog altijd puriteinser over seks dan over hun geweld. Wat nou, ik een leuke vond dat jij doorgaf als, uh, als invloed ook nog. Voordat we verder gaan richting Monty ja. Python. Maar het, uh, het, het, dat wou ik nog zeggen, want dat vond ik ook altijd heel cool. Dat zijn die EC-comics. Ja. EC-comics, uh, Stoffer Entertainment Comics. Of, uh, in, uh, is een, die zijn vooral gespecialiseerd in, in, in uh, horror, oorlogs- en science fiction comics. Uh, Bekendste zijn Tales from the Crypt en uh, The Vault ja. of Terror en dat soort dingen. Of uh, Weird Tales, dat soort. Uh, en wat, wat daar vooral. Wat sprak u daar vooral aan? Wat waren de dingen dat je daar. Ik heb dat eigenlijk nog maar heel recent. Heel heel recent. Ik heb dat... Ik vond dat niet in Limburg, hè, als je 18 jaar <laughs> was. Dus, uh... Maar ik kende die stijl wel aan. En die, en die typografie en die, uh, die tekeningen. En, uh, ik, was, ik was al een stuk in mijn twintig ja, toen ik dat ja. vond als, uh, als een bundeling of zo. Als, uh... Fantastisch. Yes. Ook onwaarschijnlijk hoe, hoe cool dat die, um, die verhalen waren voor in die tijd. Want is mm -hmm. ook één verhaal, ik me nog heel erg herinner, dat, dat is 1956 uh, en dat was over een, uh, dat, dat verhaal heet Judgment Day. Dat gaat over een astronaut die uh, um, zo voor een, een soort uh, galactische republiek uh, planeten afgaat om te zien of dat die klaar zijn om bij die republiek te komen of niet, hè. of mm. dat die een beetje het Star Trek idee, zo, zo Starfleet van exploring new worlds en zien of dat, wow, hoe ver dat die civilisatie staat. En dan gewoon naar een planeet waar je uh, twee soorten robots zit, blauwe en oranje, en blijkt dat één soort de andere soort zo wat onderdrukt mm. hè, en dat die, de vooroordelen tegenoverij dat die minder rechten hebben, dat soort dingen. <coughs> en uiteindelijk beslist die, die een astronaut om uh, die planeet niet op te nemen in die republiek. omwille van al die primitieve vooroordelen. En op het einde van die comic. zet die een astronaut zijn een helm af. en blijkt dat een zwarte man te zijn. Ja, ja, ja. Wat, wat onwaarschijnlijk zot is, hè, want daar hebben die heel veel uh, gezever over gehad. Hè. Er werd zelfs uh, geëist dat ze die zwarte astronaut eruit haalden, Omdat ze dat niet kunnen vonden. Zo van. Hè, Ten eerste, god, het idee al dat er een zwarte man in de ruimte maar Ten tweede, dat die rassenkwestie ineens te gelaagd werd. Dat was te in your mm -hmm. face. Hè? Ja. Omdat dat letterlijk een, een astronaut was die dat zegt... Ja, dat is wat dat gullen eigenlijk met ons allemaal aan het doen zijn momenteel. Mm -hmm. Want dat is pre-civil rights movement. Hè? Dat is echt letterlijk Amerika met de neus op de vaten drukken door een comic. We hadden, uh, we hadden het ook. Uh, je hebt ook, ook vermeld dat je, je favoriete film aller tijden, om het even over een andere boeg te ja. goeien. Uh, Monty Python en The Holy Grail is. Uh, waarom? waarom is dat je, je favoriete film? Ik denk dat dat de eerste film is die ik zag, denk ik. Nee, mijn eerste film in de cinema was uh, Superman. Hmm. Daar was ik echt compleet de van, van. Ah, is het waar? Exact hetzelfde, ja. En de tweede ja. was Grease. Ja, close. Dat is rond die en tijd, hè? <laughs> ik, ik herinner me nog dat ik, eh, dat ik een Superman-t-shirt had gekregen met Christopher Reeve op. Zo'n ene. Ken dat nog? Van die winkels waar ze die zo opstrijken. Ja, Zo'n zo blinkende ja. met Mr. Christopher Reeve, Superman the Movie. En mijn dochter had er een met John Travolta en met Grease. Eh? John Travolta ja. en Olivia Newton-John. Dus het is inderdaad van die een tijd. Mm -hmm. ja. Maar... Uh... Monty Python was in eerste, Ja, niet de eerste, maar dat was... Hoeveel manieren is die film? Begin jaren 70 of zo, denk ik? 76? Nee. 77? Ik, het niet. ik denk vroeger. Dat is voor Life of I Brian. Think, life of, denk, Brian 72, 72, ik, ofzo. life of Brian was denk ik... Life of Brian was denk ik 79 of echt Is die 80? 76 niet zo wit? Wacht even, ja, even. Maar in ieder geval, vroeger op de toenmalige VRT, en dat was niks anders behalve de VRT in Nederland, uh, speelden ze nog eens films. Uh, mm -hmm. Zaterdag namiddag. 75. Nu 570. niet meer. Nu ja. is het allemaal uh, Sport. Ja. En toen uh, kon ik een film zien en dat was, ik kast hem, 14 jaar zo denk ik. En uh, ik filmde ook een de zetel van het lachen. Ik begreep daar de helft niet van, mm -hmm. maar ik dacht van, wat is dit, ik had dat nog nooit gezien. Ja. En uh, ja, ik vond dat fantastisch. Dat nog altijd is mij bijgebleven en nu nog. Ik heb hem onlangs nog gezien, hij staat op Netflix. Tip, ja, Klopt, inderdaad. Tip. Ja. En, uh, ja. Tegenwoordig zat er veel van Monty Python op Netflix. Heel de reeks Monty Python's Flying Circus zat erop. John uh, heeft geld nodig? Ik denk het wel, ja. Die heeft toch een tijdje geleden die heeft de Alimony Tour gedaan, letterlijk. Dat ja. hij gescheiden was van zijn vrouw, die met meer dan de helft van zijn geld weg is. En zo leidt hem de show ook echt in. En dan kwam hem vertellen over ja, alles van uh, Monty Python tot Faulty Towers en wat hem daar allemaal gedaan heeft. En was dat, was dat gewoon omdat dat de eerste is dat je gezien hebt dat je het de leukste vindt? Of, nee, of, nee, nee. Ik leg uit. Er zijn er nog, uit, zijn er nog andere redenen in, voor. Ja, Dat was gewoon de eerste film die mij echt. Uh, ja, echt ons te boven was. Mm -hmm. dat was. Ik was gewoon als kleine gast aan Superman te kijken en naar, uh, naar zulke dingen. en ik kwam dus in de film die. Uh, ik had ook helemaal niet door. In de tv stond op en dacht. Uh, alright, ridders. Yeah. Tof. Nee, begreep het niet. Nee. Begreep het ook totaal niet. Wat was dan niet dag te doen met een kokosnoten? Nee, nee. Wat een goed verhaal is echt. van die kokosnoten. Waarom, dat, dat, waarom dat, dat zo was. Die film is opgenomen voor een budget van ja. 400.000 dollar. Wat echt drie keer niks, niks is. Nee. En die hadden geen geld voor paarden. Ja. En toen had iemand gezegd dat we nou gewoon twee kokosnoten tegen elkaar kloppen en we doen alsof, hè, ja. dan kunnen we dat doen. En zo is dat eigenlijk uh, gebeurd. Voor mij is dat eigenlijk al. Uh, door alleen dat feit dat de hele film door terugkomt, ja. dat in die koeien, uh, koeien scène. Ah ja, ja, met de, met de Fransman. Ja, die van boven in de ja, toren kwam het te Ik ken die film niks verkeerd. Doen. Die kokosnoten, omdat elke keer als die. Want dat komt een paar keer terug. He, eigenlijk, ja. eigenlijk, loopt hij loopt die hele tijd door. Maar af en toe zoomen ze er nog eens op in. Ja. Dat is zo'n yes, ja. briljant idee. Ja. En zeker na tien, keer, na tien keer te kijken, zie je nog in een achtergrond zo van. lijkt een paar een beetje onrustig is. Ja, ja, ja. Zo, zo, die kokken, of, 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 of er is ook zo'n scène als ze. Uh, God, waar is die dan weer? Zo'n scène als ze dan. Ik uh, denk als ze dat, 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 het A-monster, ah, hoe je dat? ah ja, ja, ja. Ja, Dat, dat ah. Monster, monster gaan zoeken. Ja. Dan willen ze, willen ze, denk ik, die zo wat uh, verrassen. En dan. Uh, ja, dan moeten ze van het paard afgaan. Ja. Of, ja, of het is in ieder geval zoiets. Ja, ja, ja. En dan zo, dismount. -dismount. Ja, ja. En dan, <laughs> die doen dat dan ook. Ja, maar dan doet, je zo, zo dan doet ja. je zo met zijn, zijn kokoslot ja. Alsof dat je zo eventjes afstapt. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik moest ook heel hard lachen met John Cleese. Die daar, ja, iedereen speelt daar verschillende rollen in. John Cleese is ook die Fransman die van boven op die een toren. Ligt open, I fart in your general direction. Die onhandige yeah, yeah, rant. Ja, je. Wacht wat is Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Dat yeah. yeah. <laughs> so soort dingen. Of de so geweldige lines erin. So Dat je zo die, die Schotse wizard hebt. Die je zo wild tijd zo so vlammen overal laat ontploffen. En dan zegt hij: van, Who are you, great wizard? En dan zegt hij: Some call me Tim. Hey, ja, zo, ja ja, ja dan, je Oh, Tim. greetings, Tim the Wizard. Hey, zo, dat is allemaal zo'n onwaarschijnlijke nonsens. En het, uh, het leuke was dat ik, dat ik zo. Ik heb zo wat interviews gezien van John Cleese dat hem daarover praat. En wat hem zei, en dat vond ik wel altijd grappig, omdat. Monty Python eh, veel kamt had. Hè, want heel die, die, die films zijn vaak ook een kritiek op iets of zo, dus dat durft al wel wat meer diepgang mm -hmm. hebben. Maar tegelijkertijd voor hun was het altijd het belangrijkste dat het silly ja. was. Eh, dus dat, dat vond ik dat dat enorm opviel. Dat je zei oh, ja, dat kan wel dat je ons allemaal die een diepgang toemeet, met Life of Brian en zo van al die kritiek op godsdiensten. Maar hij had altijd meer zoiets: ja, maar we vonden het altijd het leukste wanneer dat het soms over helemaal niks ging. Mm -hmm. Maar het was gewoon grappig. Hè? Want ze moesten sowieso een compilatie maken van hun favoriete scènes uit films en uit Monty Python's Flying Circus. En hij zei één ding dat er bij iedereen bij zat. Dat is de fish slapping dance. Nu krijg je dat, dat je ooit het gezien hebt, Maar dat is ja. John Cleese en Michael Palin, denk ik, die tegenover elkaar stonden in zo van die... Zo van die zo, ken je dat? Van die safari-koloniale pakjes met zo te korte broeken. En Michael Palin kamal, ja. danst naar voren en kletst uh, John Cleese in het gezicht met twee kleine visjes. En uiteindelijk slaagt John Cleese Palin het water in <laughs> met een gigantische vis. Het is echt dat is zo onnozel, deze. Maar echt hilarisch. En dat bleek de scène te zijn waar dat alle, um, alle Pythons van zeeën die je moet er zeker in zitten. Ja, 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 ja. Omdat die toch allemaal zo fan waren van dat compleet nergens overgaand absurdisme daarvan. Dat is een vraag, Alexander, want ik wist het niet. Uh, zo dat doorbreken van de vierde wand, waar je lacht in uh, de Holy Grail, ook zo zit, is dat die, dat... was Monty Python er eerst mee of bestond dat al? God. Dat zou ik niet weten. Maar dat is eigenlijk, dat moet toch zot geweest zijn. De eerste keer ja, dat je maar, dat ja. zag. Hetgeen dat sowieso al zot was, was het feit. Hè, wat, 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 nog een voorbeeld van hetgeen dat jij zegt: is op een bepaald moment wordt er een gast neergehakt met een zwaard. Hè, en dan komt de politie. Ja. ja, ja, het dat is je auto. En dan wordt dat ook al zo van: het einde Wat is er hier ja. gebeurd? En helemaal op het einde wordt, ja. dat, wordt heel de boel stilgelegd door de politie. Hè. Dus het, het, het spelen met tijd en denk, spelen uh, met. Ik denk Lauren Hardy de eerste waren. ben me niet zeker. Dat zou, kunnen, dat zou kunnen. Die keken af en toe naar het scherm met, uh, ja, 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 met dat een blik die, van uh, Dat die zo naar het publiek ja. kijken. Ja. Dat zou wel kunnen, ik weet het niet. Zijn, zijn dat ook niet zo van die dingen waar dat waar zo, weet, weet ik veel wat, Franse expressionistische filmmakers of zo al, al wel iets mee hadden geëxperimenteerd? Maar dat zijn degenen zijn die dat, dat dan hebben eh, in, in, in een iets ja vorm ja. Ik zie er al 1758 stonden en ik heb nog niets gelezen. Oei, oei. Ja, maar goed... Denis Diderot. Ah, voilà, daar, een Fransman. Daar zijn we weer. Ik wist het al wel op voorhand dat dat wel weer een Fransman zou zijn. La poésie Dramatique, 1758. Denk niet meer aan de toeschouwer. Doe alsof hij niet eens bestaat. Die je die, die beschreef voor het eerste vierde wand. Dat is eigenlijk wat die gedaan heeft gedaan, Diderot. Klaar, blijkbaar. In de film Deadpool, ja, inderdaad, dat is ook een geweldig voorbeeld van de vierde wand doorbreken. Ja. En natuurlijk ook dingen, House of Cards. waar, waar ja, ja. Um, altijd het. Waar, wat eigenlijk Kevin Spacey dat constant doet. Ja. Zo commentaar geven op zijn eigen ding. Wat eigenlijk ook in de originele uh, Britse reeks zat uh, van House ja. of Cards, mm -hmm. wordt dat ook gedaan. Wordt Francis Underwood, Francis Urquhart was, maar dat is al een naam dat, denk ik, in Amerika bijna niemand kan uitspreken. Laat staan dat dat dan... Maar die deed dat ook, hè? constant commentaar geven of wat hij zelf doet met zo'n knipoog naar het publiek toe. Um, dat zijn altijd van die rare... Dat gebeurt eigenlijk niet zo echt hè? In, 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 in Holy Grail. Er wordt niet, niet echt zo commentaar richting het publiek gegeven. Maar jawel, wat... jawel, 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 jawel. Een paar Wanneer keer wel. En ah, wel met, met die... Uh... Zoet, not in zoet. Ja, ja wel, dat is eigenlijk zoet. Dat is dus die... die uh... oh die die jo, de, de hoofd, het hoofd van de lekkere wapen waarin, dat, de, dan de, dan, ja. waarin dat de de de, de ridder wie is dat? Ja, ja. is dat Eric Idle nee ik, uh, Palin. Goh, Palin. Ja. Palin. terechtkomt dat, die net dan gered wordt door uh, John Cleese ja. door Lancelot ja. terwijl hij er eigenlijk eh, de shack van zijn leven ging krijgen uh, ja. <laughs> 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 wat ik wel vond met de Holy Grail um, dat is, alleen statement ik vind het een beste film ja. Ik, vind niet de, het, ik vind dat niet de film waar ik het hardst mee gelachen heb want dat is voor mij altijd uh, Life of Brian maar wat ik ik me Life of Brian altijd een beetje net was dat eerste ik komt naar nou rap zeggen drie kwartier maar ik weet het niet maar dat de eerste deel van die film is bijna um, foutloos mm -hmm. en dan wordt dat zo ja. wat oh, ja. hè. Ja. en dan boeide me dat niet meer en ik vind dat the uh, holy grail als film constanter is ja, ja. Ja, Meaning of Life wel. is een ander soort film, dat vind ik, meer, dat vind ik niet echt een film. Dus dat is, dat, is, een, dat is meer een compilatie, ja. maar ook wel heel goed. Top, ja. maar als film. Ja, ik, weet niet. ik weet het niet. Ik, ik heb het ook heel hard met Life of Brian, puur omwille van dat, dat ongelooflijk gebrek aan respect voor, <laughs> voor, ja. voor religies. Dat mm. Maar ook het toffe daaraan is dat hij, hè? want er is ook zo'n uh, legendarisch debat. Uh, ...geweest op de BBC in ja. 1979. Dat was... Uh, wacht, ik heb het hier opgeschreven... ...want dat zijn namen die ik anders nooit zou onthouden... ...maar dat was Michael Palin... ...samen met uh, John Cleese. En die gaan in debat met een zekere... Uh, uh, ...meneer Muggeridge... ...en een Mervyn Stockwood... ...die dat destijds uh, de bishop of Southwark was. Hè? Een gast die dat, uh, nog les gegeven heeft... ...aan John Cleese, trouwens. Ja, dat En die... Ja, die, die waren echt absoluut niet fan van die film. Hè. Die, die zijn ook, en dat, dat mondt uit in een soort bijna scheldpartij. van die twee religieuze mannen die zo. Uh, ja, die, die, die een beetje op hun plaats gezet worden door John Cleese, maar op een onward, hè, Want Michael Palin merkte die er minder. Die neemt die echt aanstoot aan het feit dat die zo walgelijk doen over die film. Terwijl John Cleese blijft zo akelig, niet geïnteresseerd in die hunne kritiek, maar die blijft zo altijd maar porren zo naar, die hun, naar de fouten in die hun discours als het over godsdienst gaat. Wat ik wel heel interessant vond om te zien. Je maar mij verteld. Hè? Ja. Ik heb het niet gezien. Mm -hmm. en ik had niet genoeg tijd. Maar ik had wel één ding gelezen. Dat was een, uh, uh, een artikel, denk ik, in The Guardian. Uh, want dat was naar aanleiding van die Monty Python-shows in de O2. Ja, ja dat klopt. Een, een maar jaar ja. of vijf geleden ja, of zo. Ik weet het een paar, niet. een paar jaar geleden, ja. En toen had er iemand, een Britse journalist, een heel mooi artikel over geschreven, dat hij inderdaad, dat de kerk eigenlijk door iets had laten liggen. Hè? Omdat uh, die, die film helemaal niet zo anti-religie was. Life nee. of Brian, helemaal niet. Maar er, wat ik me nog herinner uit dat artikel, is dat die eigenlijk ook een beetje te laat waren voor die screening. Want blijkbaar in het begin van Life of Brian... Maar gelukkig dat beter weten, want dat is echt lang geleden, My Life of Brian. Er wordt eigenlijk... Uh, want zij, zij verwijten hun dat, dat, Jezus, uh, dat Jezus genoemd wordt. Ja. Maar, niet... maar in, die, in het begin van die film, dat gaat niet over Jezus, dat gaat over Brian. Mm -hmm. Ja, Jezus komt erin, hè, maar ja, je ja. ziet hier op een bepaald moment de Summer op the Mountain. Maar zover hadden ze het niet gezien, blijkbaar. ze hebben dat begin niet gezien. Ja. Dus die, eigenlijk heel dat debat, heel die woede, heel dat, die ergerlijkheid, is eigenlijk gebaseerd op halve info. Ja, hmm. ja want ze zeggen, dat is ook op een bepaald moment dat ze zeggen: eh, Ik versta niet waarom dat je hè, zo de. de, de, de het, het, prachtige leven van Jezus Christus die een voorbeeld voor ons allemaal zou moeten zijn, dat jullie zo laag zakken van dat allemaal belachelijk te maken, waarop dat ze ook zeggen. Het gaat over Brian, het gaat niet over ja, Jezus. Ja, ja. Hè? En het gaat vooral ook over, over, um, ik denk ik, het waar waarastun het meeste is zo het blind volgen van een hele hoop flauwe kul. Hè? waarop dat hè, op een bepaald moment elk ding dat je laat vallen. De uren volgt de uren volgt de sandaal, de, show, hè? Hè? de shoe. En op een bepaald moment dat is dat nog een van de mooiste dingen dat je zegt: No, no, don't follow me. You're all individuals. En dat heel die straat roept: We're all yes. individuals. Hè? Dat is zo goed. Eh, dat, wat, wat die, en wat hij vooral het heel moeilijk mee hadden, was ook het, 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 uh, het, het, de crucifixion: eh, de, de kruisiging. en ja. het always look on the bright side of life. Uh, lied dat daarbij hoort, wat misschien ook toch wel een van de meest briljante stukjes film aller tijden is. Ja, dat is uh, omdat die vonden dat dat uh, iets als de kruisiging banaliseert. Hè? Zo van je maakt dat belachelijk. Het feit dat uh, de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. En jullie maken er dan zo'n cheap circus nummer van. Terwijl dat Sun ze weet. Hè, van jongen, dat is juist het grappige. Ja. Hè, het feit dat, de, de, dat er ook heel veel mensen gekruisigd zijn in een tijd van van Jezus, dat we ook maar ja, Brian waren. Hè? Van die Joe Schmoes, die ook maar iets verkeerd gedaan hebben en daar ook geëindigd zijn. Dus het, hè, zo het, 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 dat, dat is ook zo mooi eraan, dat die hebben zoveel mensen gekruisigd, dat ze hun ook de grap hebben gemaakt van Crucifixion, hè, uh, one cross each. Hè? Zo allemaal dat, alsof dat, dat zo iets was. Hè? Of, of ook dat die moment vond ik ook zo fantastisch, dat, 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 dat mooi... Uh, verhaal van die ene man die dat even het kruis overneemt van Jezus. Ja, en, ja. Dat, en dat iemand die in je film dat ook doet. Je pakt dat kruis over ja, en je dus gaat zo tegen het Die valt het gewoon ja, af. Ja, ja. <laughs> en die, dan, die wordt dan gekruisigd in de plaats van. Dus dat zijn zo van die dingen die ik, ik altijd zo wat ik, uh, ja. wat ik ook heel tof vind onder Monty Python's. Want ik uh, geef dat met heel veel dingen: boeken, geef dat met muziek, geef dat met films ook. Waar dat uh, bepaalde cult- of cult-klassiekers of, cult of, of, of game-changers, dat als je die nooit gezien hebt in zijn tijd, dat dat dan... Dat blijft. Dat dat niet overeind wordt. Mm -hmm. En dat is wel tof on the holy grail. Daar ben ik zeker van, dat je, uh, dat je dat nog aan je kinderen kunt laten zien en dat die niet in hun eigen denken, ik zal maar eens meezien... Uh, ik bedoel, ik heb dat gehad, mm -hmm. als vader was een held in, en die heeft mij ooit eens bijvoorbeeld meegesleurd naar Lawrence of Arabia, toen had ze daar nog eens uh, integraal aan uitgezonden uh, in Metropolis. En ik heb dat toen echt van onze pagina. Mm -hmm. En ik, ik zei er wel bepaalde dingen in, maar in mijn aard dacht ik: ja, deze met deze nooit niet meer. Zo'n die volledige versie. Mm -hmm. Maar dat is toch wel knap hieraan, vind ik, dat dat totaal zo niet is. Maar mm -hmm. ah, wel, ik moet toch toegeven. Holy Grail heb ik, ik hè? He. Ik heb ja, Holy okay. Grail. He. Maar Monty Python, ik zeg het, dat, is, ja, dat zit in mijn hart, hè? Ja, Mag ik, maar, ik zo naar maar, dingen kijken? Naar, naar die, naar die uh, serie? Faulty uh, Towers. Nee, naar uh, een serie van Monty Flying, Python. Ah, ja. ja, Flying, Flying Circus. Circus. Ik moet echt toegeven aan mezelf, dat is ook niet altijd, blijft ook niet echt altijd overeind. Heel dikwijls denk van, oh, ik van... Maar de Holy Grail heeft dat toch het minste. Man, oh, zeg, de Holy Grail vind ik geweldig, dat is geen enkele nee. seconde minuut dat ik zeg van, dit is... Dat kunnen we nog altijd laten zien aan ja. iemand. Mm. Ja. Want ik heb dat zelfs, en daar ga ik waarschijnlijk mega veel shit krijgen, ik vind de meaning of life geniaal, heel dikwijls, maar er zijn ook een aantal scènes dus die ja, ik denk, ik nee, ja, maar ja. Dat, is, dat is, eigenlijk dat is zelfs een grap geweest in, uh, in um, Family Guy, eh, wanneer he Peter Griffin zegt, en we forced him to watch the 147 scenes from Monty Python that weren't funny, zo, eh? so, er zijn inderdaad dingen bij waar je van zegt dat is, zo'n is zo mythologie geworden dat je eigenlijk eh, de, de beste scènes ervan zijn ook degene dat je allemaal nog mm -hmm. weet. Hè. De ja. Dead Parrot Sketch en al dat mm -hmm. soort dingen. Die staken er toen ook al bovenuit. Hè. Die hebben ook wel een heel aantal dingen waar je, waar je nu van zegt: Goh, is dat zo goed oud gebeuren? Maar het, het, hetgeen dat dat wel natuurlijk had, was dat hij zo hard laten zien waar humor nog naartoe kon gaan. Hè. Dat was zo ongezien dat hij in die tijd, zo'n bende van die, ja, laten we eerlijk zijn, universitaire. Intellectuelen die zo geen respect hadden voor het is eender wat, dat ze jarenlang hadden moeten aanhoren aan die universiteit. Zo heel dat stoffig Brits waar mm -hmm. niet gelachen mocht worden met bepaalde dingen. En die hadden zo hard een neiging om te zeggen: Fuck this, we maken het zo belachelijk, maar tot op het absurde af. Dat je ze eigenlijk ook al bijna niet meer kunt kwalijk nemen dat het kritiek is, want het is zo ver gezocht dat het, dat het of het gaat zo hard over niks. Dat dat duidelijk maakt dat heel veel van die dingen, dat gezegd wel ergens over gaan, eigenlijk ook nergens ja. over gaan. Dat ik was vond... een beetje de kracht van Monty Python. Ik zo. vond het toch jammer, uh, want ik wist dat we hierover gingen hebben, Heb had dat gezien jij als uh, toch professioneel cynicus. <laughs> um, ja, maar ja, ja, maar het is. Er zijn uh, dus <laughs> mensen die er heel hun leven voor moeten studeren. Dus, uh, um, ja. John Cleese toen had hem recent zo wat aan het eh, onbelachelijk uh, maken was en zo. Mm -hmm. uh, ik vond dat, film, want er was ook een, een promofilmpje bij en dat vond ik wel grappig. Maar toen had hem zo kwaad was dat ze in Hasselt, ik heb niet, een beetje can... niet meewaren. Mm -hmm. Daar heb ik dan toch eens even gecheckt, want je kent dat verhaal wel, maar ik heb dat nou eens echt gezien in gelezen. En uh, jo, ik had er toch wel wat spijt van dat ik dat gelezen had, want ik had wel zoiets, Je gaat geniale dingen gedaan, maar op deze momenten ga je gewoon echt wel een debiel. Ja, ik en hoezo, dus wat hij ja. hem gezegd heeft. Ja, wat hem zegt, dat, dus dat hem, uh, ja, hij, 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 wat ik denk, maar ik heb die show niet gezien. Maar ik heb de indruk dat dat niet onwaarschijnlijk goed was. Ja, ik heb dat gezien op uh, DVD, maar ik heb, ik heb het niet gezien. Ja, in de maar dus dat live gezien. wat tegenviel. Mm -hmm. En uh, dus ja, uh, de mensen in Hasselt, jou, die gingen niet kapot van het lachen. En die, jou, die, daar waren veel stiltes bij. Die had gewoon niet zo'n hele goede show. Mm -hmm. En hij mocht er gewoon van dat het uh, lag aan het volk. Hij ja. is niet, zoals ze zeggen, niet goed oud geworden, vind ik. Ik vind hem een beetje een saddle bastard, bastard zo. Of ik weet het niet. Ja. Hij komt te veel altijd dus wat misnoegd over. Is hem ook niet tegen een brexit en zo? Is het ook niet daar en zo? Zit hem daar ook niet in? Niet dat, ja, dat, brood, niet dat, we, daarvan, niet dat we hier ja. politiek tegen, gaan doen. Is hij tegen het, of pro? Uh, tegen. tegen. Dus tegen hij is heel, volgens mij is hem heel erg tegen Europa. Ah ja, dus hij is pro-Brexit eigenlijk. Ja, sorry, pro-Brexit. Dus hij is conservatief. Dus we hadden ook weer een beetje. Ik denk ik, hè, want ik denk het wel, contact opzoeken. Ja. Maar dat past ook weer bij in het soort het kwaaie. Quiet... Ja, ja, je, moet, je moet er altijd een beetje in je eigen voor wapenen. Dat voel ik ook van, van, van je oude helden, vaak. Hè? Zo, zo, ja, een, heel, een heel goed ding mm -hmm. aan allemaal van die mensen, gelijk Jim Morrison en gelijk, uh, Jimi Hendrix en al dat soort mensen. Die zijn gestorven voor alleen ja. dat ze vervelende rechtse oude zakken waar. zouden ja. kunnen zijn geworden. Hè? Wat vaak gebeurt met iemand waar ik, ik vroeger ook fan van was, Morrissey, hè? als je die nu zijn mond hoort open doen mm -hmm. in heel veel interviews, en <laughs> denk ik ook van, oh god, come on, doe dat nou gewoon niet. breekt niet alles af hè? wat, dat je, wat dat ik dacht dat jij waard. Hè? Zo, en en ik, uh, ja, ik snap het wel. Hè? Want hij, wat John Cleese ook heel veel in zijn interviews zegt, is... Iets als Monty Python zou vandaag nooit meer gemaakt kunnen worden. Hè? Om, omdat ja. hem, hè? omdat er nu altijd allemaal mensen zijn die daar into marketing zijn en uh, geen kans meer en, op die zeggen van ja, ja nee, sorry, daar is geen publiek voor ofzo. Terwijl in mm -hmm. in zijn jonge tijd was de BBC misschien een klein beetje avontuurlijker. Of hadden die zoiets van wauw, we hebben wel een gevoel dat dat iets kan worden. Mm -hmm. Dus. Ik snap het ook wel. Is dat niet iets typisch om ouder worden? Dat je toch de neiging hebt van dan toch altijd te vervallen in vroeger was het beter? Uh, misschien wel, maar ik. Het ja, ik, is natuurlijk niet leuk om te zien. Maar ik denk van als je. Vooral als je een comedian zet. Stop dan als je niet meer grappig bent. Stop dan. komt dat niet meer op tv. Of, of. Ik vind dat een muzikant genoeg. Ik vind zo'n bandschoen van vroeger. En die staan nog altijd als oude punkers op podium. En ik denk van het is genoeg geweest. Ik vind dat niet tof. En. Uh, het hmm. is dus waarschijnlijk voor het geld of zo'n zo kliezelen geld nodig, als ja, dus je ook allemaal niet erg geld nodig hebt. Ja, nou, ja, je, dan moet ook de... niet, je moet ook niet onderschatten dat heel veel van die gasten... Hè, want ik... Ik dat, we zijn dat bij ons eigen ook tegengekomen. Hè? Vandaar dat we bijvoorbeeld stoppen met een band. Hè? Dat we inderdaad zoiets hebben: wij willen mm -hmm. zijn, niet die jouw rackers zijn. Die dat er nog wel stond te. Ja, maar dan nog, jongen: 45. <laughs> nu is niet Allee, 45 man. een aantal jaar geleden. We leven veel rapper ook. Hè? Mm -hmm, je ja. merkt ook dat er veel dingen veel sneller voorbij gaan dan een aantal jaar geleden. Dat je de rapper unboxt tegen een. Goh, en mij je even van twee jaar geleden. Dat is al niet meer nieuw. Hè? Zo mm -hmm. het soort. Dat. Maar, um, maar de, goh, beste ik denk... band, de beste band van vorig jaar vond ik sliver ah, ja, 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 ja. was 47 of zo. Ja, ja. ja. ja de... Maar die zijn laat ontdekt. Ja. ja. Die zijn ook laat begonnen. Ook, ja, als de... je laat ontdekt ze, dan, uh, dan, dan kun je ook weer even langer door. Ja, want. dat hangt ja. er allemaal een beetje van af. Maar met humor is dat natuurlijk. Het ja, is zo'n soort. Die veel van die gasten, ik denk dat die ook niet echt veel anders kunnen. Hè. Als je tegen mij nu zou gaan zeggen: Ja, we komen, die werkt niet meer. Je moet dit anders moeten gaan doen. Ja, dan heb ik wel zoiets van: Fuck. Alleen zullen we maar vijf podcasts in de week doen. Alleen, weet je wat ik wil zeggen? Ja, ga je, dan... je elke uh -huh. dag. Come on, man, come on. Come on, come on, <laughs> on nog een gast. Het maakt niet uit. Ik wil tegen iemand babbelen. <laughs> Don't forget about me. Hey. Maar dat is ook wel ja. zo. Dat, dat, maar dat dat, dat, dat... Denk je dan nooit aan? Je denkt van. Hoe lang kan ik dat nog maar doen? Natuurlijk denk ja. ik daaraan. Ik, denk, ik dacht daar vooral uh, gisteren in de wiepschutter heel ja, hard ja, aan. Ja, okay. uh, toen het uh, mega ja, ja. hard <laughs> aan het de... was. En vijf van ja. mijn... Dat, dat, dat ik al vijftien minuten bezig was. Van, naar waar zink ik hier aan het gaan? Met deze nutteloze nonsens dat ik hier aan het uitkramen ben. Misschien is het onderwerp dat ik gekozen heb niet meer funny. Misschien vindt niemand dat nog leuk. Misschien ben ik te oud om deze te doen. Dat soort onderwerpen. Want hoort hij niet meer bij mij. Allee, weet ik veel. Je hebt zo duizend en één gedachten. het enige dat ik zat te denken was... Godverdomme man, wat kon ik nog doen als deze niet werkt? Hmm. He, dus want ge, dat is gewoon hetgeen wat je ge altijd gedaan hebt en he, waardoor je gerokt hebt, in mijn geval. Ga ligt niet slecht parquet. Nee, dat is Aha. waar, dat valt wel mee, ja, eigenlijk. Dames en heren <laughs> en anderen, mocht het allemaal niet meer lukken, dan uh, parquet kan ik, ik redelijk goed liggen, klaar ja. blijkbaar. Merci Andries. <laughs> Maar um, Holy Grail, om even misschien samen te vatten. Want het is ook een. een, een, een wat ik daar uh, bijvoorbeeld leuk aan vond. Maar ik weet niet of dat jij daar toen ook het mee had. Een van mijn uh, favoriete films van vroeger. Uh, waar ik mee opgeroeid ben. Was Excalibur van John Borman. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt. Zo, so, een ja, van, van, de, wel. van de betere films over de Arthur-legende. En ja. uiteraard is de Holy Grail daar een, een persiflage op. Um, is dat iets dat u eigenlijk aan zich interesseerde? Heel de, de Arthur-legenden en Excalibur nee. en al die dingen. Of, of vinden dat ook totaal niet nodig om die film te zien? Nee, om het daar iets mee mee te hebben. Het gaat mij ook niet. De Holy Grail mocht van mijn part over een bak rijden. Dat maakt me echt niet uit waar het over gaat. Het is gewoon voor mij een film die van eerst tot de laatste minuut grappig is en blijft. Mm -hmm. En dat is voor mij de enige. Is en dus zo... en er dan nu nog tijd komen? Is sindsdien nog zo'n film gehad dat je, dat je datzelfde gevoel terug had? Nee. Helemaal. Niks... Helemaal. Hè. Ik kan van echt van die Holy Grail kan ik echt, echt elke seconde. Dan moet ik lachen. Oh, ik moet niet meer lachen. Dat is niet meer van ha, 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 hè. Ik bedoel, maar... Wat is nog eens een goede komedie van de laatste jaren? Waar nou, ik bijvoorbeeld heel erg mee. Dat is geen film. Maar in de jaren 90 was er zo'n Britse communiceren The The Fast Show. Ah, oh, ja, 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 en ja. dat vond, ik, dat vond ja. ik. En ik vond het heel jammer dat het eigenlijk niet zo. Eigenlijk ook niet absurd, zo hè? bekend, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar dat vond ik Monty Python 2.0. Ja. Boetter als, dus, als Gary. Ik ja. vond het dezelfde ja, ja. Soort humor en oké, okay, veel geleend en zo. Maar ook niet erg. Mm -hmm. Dat was ook echt origineel en jaren 90, En ja. oké, okay, allemaal typetjes en zo. Maar daar moest ik ook graag mee lachen. Ja. Ik vond het ook heel. Uh, ja, zo, oh, dat is ook zo'n goeie stuk, hè, van die aristocraat missen een tuinman. Ja, die dat altijd zo'n klein ja, beetje die, verliefd ja, ja. op elkaar zijn. Ja. En dat wordt altijd zo onwaarschijnlijke, uh, genante ja. situaties. Maar dat, dat... stiekem ook niet zo jong niet meer, hè, de Nee, vijf, nee dat is de jaren negentig, een goede Een goede, komische film, ik weet het niet, man. Dat is lang geleden, dat ik. Nog echt keihard gelachen heb mee. Allee, dat bedoeld was als comedie. Niet... Borat moet ik ook helemaal lachen. Borat, ja. Sacha Niks. Baron Cohen ook wel een beetje een held, vind ik zo. Het feit dat hij zo durft van zo van die. En ja, dat was een van de dingen dat vond ik fantastisch. Dat hij was een soort verkoper in Engeland uh, kinderwapens ging verkopen, die dat dan zo voor eh, klein. Ah, echte, echte guns. Mm -hmm. Die dat hem dan zo mee glitters pimpt en zo. Wat, wat gedaan wordt in Amerika. Ja. Pimp your gun en zo, en dan kreeg zo dat soort stuff En dat hem dat dan om baby't uh, kleutertjes proberen te verkopen, zo dat soort dingen. Ik vind het wel straf dat hij altijd zo durft te gaan naar die plek, waar dat iedereen zegt van dat gaan we niet doen. En ja, die, voor zo'n dan... zo mainstream figuur is het toch nog de indruk dat hij er soms echt niet om geeft. Nee, mm -hmm. nee. nee, echt. Want je zit zichzelf toch soms in situaties. Ik denk, ik denk dat dat dingen kost ook wel. Zo. Want hij was bijvoorbeeld ook een van de frontrunners in het begin om Freddie Mercury te spelen in die film. Hij trekt er heel hard en, op, en ja. Dat is ook zo. We hadden ook allemaal zoiets van, Amai, Wat je een droom van een casting ja. zou dat zijn. Hoewel dat degene die ze nu gekozen hebben, die gast van Mr. Robot, die, die lekt er ook wel heel goed op en dat is ook wel cool. Maar Sasha Baron Cohen was denk ik voor iedereen degene waarvan zei: natuurlijk moet dat een die zijn. Maar dat is door wat dat de man wel gedaan heeft met dingen als Bruno en Borat en zo, dat de mensen van Queen zelf niet heel opgezet waren mee. Nee, omdat je denk ik ook wel ziet, omdat hem zo hard tegen Heilige Huisjes schopt, mm. ja, de kans is heel groot dat de mensen die of degenen die nog in Queen zitten, dat die, die zijn ook allemaal ouder ontwerpen, die hebben vaak ook andere opvattingen. Ja, dat is. Die zo. zijn vaak ook niet meer zo progressief, dan dat jij hoopt dat die zijn. Dat we daarmee te maken hebben, denk ik. Dat mensen er zo zwaar over na van. Hey, nou, als nee, ge, nee. Ik, wat ik heel hard had, want ik vind, ik vind het ongelooflijk, ik vond die een Ali G-show van, die gewoon bijvoorbeeld redelijk onderschat, mm -hmm. hè, zijn, zijn, zijn losse filmpjes en zo. Maar uh, wat hem op tiende wel, er zijn zeker in Bruno en in Borat ook. Er zijn wel wat dingen bij die zelfs voor Europese zielen zoals ons toch soms zo... Ja. 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 En, daar zijn, en, en komt er nog eens bij dat er zeker, hoe later dat zijn films waren, denk ik, de dictator en zo, een aantal ongelukken... De trailer is geniaal, ja, 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 ja. maar kon mij de ook niet heel de tijd niet meer boeien. Nee, de hele film is niet zo goed, maar dat er dat zijn wel zo een aantal dingen... Uh, hello Amerika, inventors of AIDS. Hey, zo, dat soort fantastische uitspraken. Dat is, uh, ja, ik, ik, ik blijf het wel een fascinerend figuur vinden. Maar om eerlijk te zijn, het is wel lang geleden dat ik nog een film gezien mm -hmm. heb, waar ik echt van zeg... Ja, dat is zo van begin tot einde het effect op mij gehad, uh, zoals dat bijvoorbeeld iets als The Holy Grail had. Hè? Is dat ook niet de bra, Want ik weet dat wij, hè, dat wij ook eens, Dat jij zo vond, bijvoorbeeld, van, uh, dat er soms wat te weinig anarchie is op... Ja. Uh, op uh, Oh, laten we het nu tv of film noemen. Mm. Uh, in het het, dingen, dingen in de war schoppen. Uh, niet alles is perfect, niet alles is leuk. Uh, maar niet om, nou, dat doet u ook waarschijnlijk verkeerd begrepen, niet in de warschop, om in de war te schoppen. Maar door anarchie te creëren, en ik geloof er heel hard in, creëer de dingen. Door chaos komt er ook, uh, komen er ook nieuwe ideeën uit. Mm -hmm. Ik geloof niet in, in te veel veiligheid, en dat is allemaal wel tof, en dat hoeft daarom niet minder te zijn. Maar er komen heel weinig nieuwe ideeën uit, denk ik. Uit, ja. uh, op safe spelen en dan en, ik weet niet ja, dat... Denk, denk, ik, dan denk dan, je dat er dat er dat er gewoon mensen zijn die daar geen kansen krijgen, of denk je dat het is ik... dat er gewoon een generatie is die er minder mee bezig is? Je was de vorige keer, was dat wel te Die zei echt, maar ik was er verlicht, met is overgenomen door heel veel de marketingmanagers. Ze Hebben de media overgenomen, een beetje, denk ik. ik ja. denk dat er heel veel kansen ja, of mensen die geen kansen meer krijgen of als het uh, niet past in hun. Uh, dat is wat John Cleese zelf ook zegt. Maar alleen al los van de religie maakten ze dus een film over uh, Mohammed. Dat is no way dat dat gebeurt. In de jaren 70 zou dat misschien wel gelukt zijn. Ja, dat is wel waar. Toen was ze uh, alleen de islam nog niet zo in opspraak. En los van zijn. islam. Of, gewoon yeah. dat de mensen die erop beslissen of die budgetten bang zijn dat dat tegenvalt, dat die niet dat opbrengen. Mm -hmm. Dat eerder volgens mij dan uh, het schandaal er rond of zo. Ja, want dat is, dat is inderdaad dat is, dat is het grootste probleem. Dat, dat het niet lijkt alsof dat ze bang zijn voor het feit dat het controversieel zou mm -hmm. kunnen zijn, maar dat het inderdaad echt letterlijk gaat om. Ja, er is geen markt voor, dus dat gaan voilà. we niet doen. Ja. En het, dat zou natuurlijk jammer zijn, maar heel af en toe. Oh, wat ik nog wel heel funny vond, bijvoorbeeld, als we dan toch over recentere dingen bezig zijn: uh, The Office en Extras, vond ah, ja. ik wel. Ja. Heel ja. maar niet om naar weer dwars te doen, ook niet meer zo recent. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ja, ja, dat, Eric... schrapt, dat schrapt tien ja. jaar, hè, man. Ja, Derek was ook goed. Ja, Derek was ook leuk, ja. Zo, dat is ook van Ricky Gervais, hè. Ja. Dat is ook van Ricky, oh, Ricky oh, tof, Gervais. Ja. Dus dat zat zo één scène in waar ik en kaart, die kwaad de dwerige, Ja, life's too short, life's too, short. Life too, too, short. Life too yeah. short. Dat is allemaal eh, Ricky Gervais. heeft toch nog wel leuke dingen gedaan. Maar dat, dat was bijvoorbeeld wel een tv-reeks, waar ik echt ook een paar keer. Ja, die is natuurlijk de koning Ricky Gervais in de ongemakkelijkheid creëren. Hè? Dat, is, die dat is ook heel nieuw, hè? Situaties waar je zo mm -hmm. met gekrulde tenen naar zit te kijken: van, oh my god, deze is echt vreselijk. En dat was toch ook iets dat ik, tot voordat hij dat gedaan had, nog niet op die manier nee, gezien had. Dat was ook een, ja. ja... dat was ook omdat je daarna, met de eerste keer dat ik ooit een aflevering van The Office gezien had, was ik er per ongeluk op gezapt. En dacht ik echt dat ik voilà, nog ja. een reality-serie nee, aan het kijken was. Ik kon al, was, ik kon al Geen lachband, die nee. camera schokt. Ik kon al echt he? even allemaal, ons allemaal oud doen voelen. Kijk, Yay. gewoon start in. Eén, Kijk eens. Aan. Tot 2003. Een dat is 15 jaar geleden. Ja, negentien. En, en wij noemen dat in dezelfde zin als recent. Ja, maar ja. Dat is raar, hè? Ja, dat is, dat is wel raar, is waar, hè? Want voor iemand die nu 18 is, dat is letterlijk. Eet dat het kwam toen hij een jaar oud was. Dat beeld is dus dat, wel dat, heel, is, dat, dat is heel weird, hè? Maar dat, uh, ja. Er zijn ook een paar grote sterren uitgekomen, Martin Freeman, die ja. dat toch wel heel grote dingen gedaan heeft. En dan toch ook zeker... Die speelt um, ook altijd hetzelfde, dus. kijk hoe Dat is altijd die je, gast van die Office van eigenlijk, me, eigenlijk wel een ja, beetje. Alsof, ja, dat onhandige, <laughs> en, uh, neemt... ja, uh, en uh, dit, en, en zo. En talent, de Fargo dus. ook, hè. Wilbo Baggins zelfs, ja. hè. Zelfs het, 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 <laughs> ja. het idee dat hij die speelt, dat hij zoiets zegt en hij met dat vingertje zo... Nee, ik kan het ook niet zeggen. Dat ding Sherlock Holmes. Ja, ja, ja. Wat vonden daarvan eigenlijk? Binnen die Benedict Cumberbatch. Uh... Ah, wat een goede serie, hè? Ja, de serie. Goed, ja, ja. Dat was echt top, Een He ja, heel hè? sterke scenario, was echt fantastisch. Ja. Echt goed, hè? De latere ah, seizoenen zijn, zijn ook niet in, meer zo goed als de eerste, vond ik. Maar zeker het eerste en het tweede seizoen was, uh, was geniaal, eigenlijk. Dat was. Um Denk voor een, uh, ik ben een, een uh, levenslange Sherlock Holmes fan. Ik herinner me nog als kind mm. dat ook al die oude zwart-wit-films elke zondag getoond werden op uh, BBC, denk ik. Dat was met Basil Rathbone en Nigel Bruce. Dat waren die films. Um, waarin, de, denk in de originele Sherlock Holmes-films met die twee. Um, speelde het zich ook af in zo'n eh, Victoriaans Londen, waar het zich normaal afspeelt, maar daarna zijn die ook verplaatst naar de jaren 30 en 40 en zo. Waar Sherlock Holmes eigenlijk rondloopt in het toen moderne Londen. Dus eigenlijk waren die daar al aan toe, ja. vooraleer de, de die reeks Sherlock dat uiteindelijk deed. Want je hebt ook nog een Amerikaanse Ik was blij, met, ik was blij met die reeks Sherlock want Ik vond ja. altijd een heel ergerlijke figuur, Sherlock Holmes. Ja, maar dat blijft <laughs> ook nog altijd zo. Hè, want ja, Benedict Cumberbatch is ook een betweter. Ja, dat is, ik, 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 dat is, dat is, ik kan er ja. ook niet meer staven dan. dan, dan hoe, zou ik, hoe zou ik er tegen doen? Moest je echt bestaan? En mijn man, ik zou ervan gewoon lopen. Ja ja je die ook halen, zijn man? Tuurlijk zou ik die ook halen, maar dat is Elke keer dat jij maar, het maar zegt, cool die, je iets zegt, onderbreekt je na en heet je gelijk. Ja, elke ja, ja, ja. keer. Ja, ja, ja. Elke ja, keer. Ja, dat is bij mij thuis, elke dag. <laughs> Met mijn vrouw. <laughs> Jasmine nee, man, Holmes. Jasmine Holmes, die dat altijd gelijk heeft, maar altijd onderbreekt. Die Watson, want dat vind ik ook eigenlijk. De, ja. is, er een, is er niet ergens ook een boek Martin over? Martin Freeman, by the way. Is er ook dus, niet, ja. er ook niet een, boek, jou, een boek over Watson, man? Jezus Christus. Ja. Als dat een leven moet zijn. Ik had er zelfs een film. En dat is, uh, oh. dat is het feit dat. Dat is met. Denk ik, Michael Caine en Sir Ben Kingsley. En Ben Kingsley speelt Watson. Michael Caine is Sherlock Holmes. En Sherlock Holmes is eigenlijk een lumpende debiel mm. En Watson is eigenlijk het brein. Maar die schrijft die boeken met Holmes in de hoofdrol. Dus je moet heel de tijd. zijn best doen om Sherlock Holmes er intelligent te doen uitkomen. Dus er zijn zeker genoeg. Uh, ja, ik vond dat Dingen niet... al rond. Ja, maar even, uh, man, uh, Robert Downey Jr. had er weer even <laughs> in te smaten. Dat is waar, Ja, come on, man. Anyway, we moeten ook ook net niet over hebben. Jawel, jawel, je bent uh, begonnen, uh, uh, man nee, Dat nee, je nee, aanzicht nee. moeten bij zijn Dat deden ook heel hard in die films, hè. Sherlock mm -hmm. Holmes-films met uh, Jude Law en uh, Robert Downey Jr. Mm -hmm. Die mensen zijn niet grappig, hè. Wie dan? Robert Downey Jr. Dat is een ja, vreselijke nee, niet beginnen, maar okay, ik, kan, right. ik, ik, zijn dan, ik moet eerst kalmeren, want anders zit ik gewoon <laughs> wat te roepen in de micro. Mm -hmm. dus, uh, maar Jude Law is daar de verademing in. Hè? Ik bedoel, in, een echte, in het echte leven... Ja, Jude Law is de gast. Hè? Ja, Jude Law is, is, is in ieder geval ook een hele goede Watson, wat ook heel tof is, want hè, in die oude films, waar ik het er straks over had, met Basil Rathbone en Nigel Bruce, en die andere oude... wordt Watson altijd een beetje afgebeeld als Boys Holmes in Cumberbatch reeks ook wel. nooit een idee wat dat. Ja, maar wat wel cool is om die Benedict Cumberbatch reeks, is dat uh, uh, Watson wel het geweten is van Sherlock ja, ja. Holmes. Maar de gra daarin. het graafste wijf neemt hem niet mee naar huis. En dat deden niet met uh, Jude Law en Robert Downey Jr. Nee, 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 nee. dat klopt. Hè. Robert Downey Jr. blijft dan ook wel. Hoewel dat ik dat ook geen slechte Sherlock Holmes vind. Ik, vond dat wel, ik vind dat best wel oké okay wat hij doet, Robert Downey Jr. Ja, in ik... zichzelf, hè. en soms ja, soms heb hij zich een vervelende mens nodig, natuurlijk. Ja, ik denk, ik denk dat je heel goed een betweterige lul kan spelen. Omdat dat er daadwerkelijk in het echt leven 9 van de 10 wel in is Iron Man. Toch beste casting ever, vind ik wel. Zo. Ik bedoel, als je, als je leest Stark, wat, wat, ja. wat Tony Stark was. Als ze tegen mij zei de eerste keer van ja, John Favreau gaan doen en het is Robert Downey Jr. dacht ik wel dat is wel geïnspireerde castings zijn. Want als er één ding is dat je kan spelen, dan is het een zelfingenomen playboy die je alles wat dat hem doet zelf fantastisch vindt. En daar, ja, ja. dat doet hij goed. Hè? Ik eh, hoor er genoeg negativiteit in om hiermee akkoord te gaan. <laughs> <laughs> goed. Um, ik denk dat we het uh, daar stilletjes aan bij gaan houden. heb ja, ga nog een laatste woord: famous last word. Wat, wat gaat het tekenen over ons? Dan je ons onszelf moeten ja, tekenen. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik heb al een idee. Ja. Niet, ja. <laughs> maar, wat wat gaat jij dan doen? Hij zit dan straks thuis, hij pakt een pen en oh, denkt: ja. Het is gewoon nu zie je het doen. Ik geef ja. het zo. foto van uzelf. zelf ja, is van jou? het niet. Ja, nee, geen stress. stress. Zo'n tekening, zo tekening en dan zo twee van die zagen in een stoel ja. zo. Ja. <laughs> ah, dat is misschien wel iets. Ja. Dat zou niet zo ja. slecht zijn. Of Ebenezer Scrooge. Zo'n zo soort. Uh, bah, humbug. Het is allemaal niet zo so goed als het vroeger was. echtige <laughs> stuff. We onthouden vooral dat het niet altijd allemaal even commercieel moet zijn. Hè? Niet zelfs niet dat, maar neem eens een risico. Pak eens een ander soort comic vast. Doe niet altijd hetzelfde met dingen dat mensen verwachten. <laughs> Marvel doet is iets zot, lot is waar volk doodgaan dat dood blijft. Um... Vlaanderen doet iets zot. Huh? <laughs> nee, dat waren de laatste woorden. <laughs> ja, maar, ik, zal, ik zal nog eens afronden voor... Uh, voor uh... <laughs> ja, is gaaf dat dat Roar zo eindigt einde, ja. in zo'n totale anti-climax van wat we daar over hebben die het na je he? nog. Vind dat ook? Weet wat? We gaan dat erin laten, puur en ja. alleen omdat gaat dat ze het mag ook wel eens een keer awkward eindigen. Dus nu met een redelijk moeilijke stilte <laughs> gaan we eruit. Ik hoop dat je, je allemaal even ongemakkelijk voelt als zodat ik. Ik. wij ons nu voelen en vooral. Ja, uh, je moet denken aan mijn dingen, wat, aan mijn uh, comedy. Uh. Oh, sorry, ja nee, blijf nee, daar ja nee. blijf daar nee nee doe maar doe maar ik heb ze uh, <laughs> uh, een comedy uh, try-out gedaan ook maar ik hoor daar nee, okay. komt hem naam mee ik zat bij Jesus Christ <laughs> we zijn hier aan tafel ronden ik en nagenoten met uh, het vooral van de avond bovenhalen dat is gewoon echt... een goede naam. Nee, ja, ja dus ik wel, zat dan wel. plots nee, ik had dan iets opgestuurd een, een tape of zo nee, ik weet het om een cd ik zat plots in een halve finale of ergens in Gent. en ik zo, fucking shit en ik zo dingen voorbereiden zo ook verzwegen tegen mijn vrienden en mijn verdiend moet ook niet komen toen. En ik was nog zenuwachtig hier als nu. En uh, ik had het gedaan, ik had dan een uh, Kevel duvels gedronken. Oh, en ik moest dan het laatste van de avond nog. Dus ik moest God. heel een avond wachten en dan was zon afgang. Ja. Dat vergeet ik nooit meer. Ja. En, en, en dat was echt, dat was echt drie, ma drie maanden dat ik niet geslapen erna. Ja. Was dat een, een comedy. Uh, ja, een cup. comedy een zo'n beetje zo echt. echt In normaal. Gent. Nee. Ik weet nog dat ik een zo zon de razo was. Ja. Keihard. En dat ik echt... Uh, even hun ogen opengekeken en heel de zaal... <laughs> zo n zo n en de, de open stond in de gang bij een plateau stil. Dat was een pijnlijk moment. Ja, maar eigenlijk op zich heb je wel iets teweeg gebracht dan op dat moment. Ja, dat zelfs de ober stilstaat en blijft kijken. Dat was dan, uh... echt niet normaal. Oh, niemand lachte niemand. en wat waren nu onderwerpen? Weet je dat, dat weet nog? Weet je kost... nog over dat, dat je toen was bezig was? Dat ja. was ja, ze ik gewoon beginnen, random ja, over echt. Studio 100. Dat was een zin in de wacht. En op die een tape denk je? Want die een tape moet dan toch oké geweest zijn? Nee, dat was dat echt lang gelezen man. lang Ja, maar die een tape was goed genoeg dat je mocht komen in die halve zes Ja, zat. blijkbaar wel. Ja. Maar ik weet niet, moet dat van mij goed ingeschreven. We en, spreken man. ook uit een tijd waarin het ja. er misschien maar 15 dingen op stuurt. Nee, maar ik man denk, man Hen, Henk, <laughs> hey, man, niet probeer hier. Henk Rijkaard, die was toen voor mijzelf. Dat was gewoon totaal niet een verhouding. Voor niks keer dat ik op podium stond, ik ging dood. Dat was echt. Ja. Als ik er nu aan denk, krijg ik nog. Een uh... ja. beetje omdat ik, uh, ik me uh... voelde in de wipschutter gisteren. Ah, <laughs> Jezus man. Ja, dat hem geen nooit geweten. Ja, dat is ook. Witte, uh, Dat is weet, weet de bedoeling. En nu zeg ik het iedereen. Wat is dus, dat? Gaat ja. eigenlijk een comedy carrière naar achter de rug? Ja, in een van twintig minuten. Er ging het licht aan. Je kreeg maximaal twintig minuten het licht ging aan. Uh, meneer, uh, kunt u stoppen met. Uh... Ik bleef door. moesten ze naar mij komen van. <laughs> En, en, ik was... en, en waarom? En, maar dan hadden toch die een drang om dat te doen? Ja, die drang was er. <laughs> maar, ik weet niet waarom, maar ik weet het eigenlijk niet waarom. Eigenlijk. <laughs> en, ik weet oh. eigenlijk niet waarom. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik eigenlijk Ik kan dat ook, dacht ik. Kan dat ook. Ik dacht van: kwam er een comedy op tv? Dat begon toen pas. Ik dacht dat kan ik ook. simpel, maar natuurlijk niet. Ik dacht, ik kan ook wat flauwekul verkopen. Het coolste dat je hebt gezegd, ik had gezien. Ik dacht, Jezus Christus, dat kan echt iedereen. wat moet toch niet zeggen, En dan het slechtst mogelijke glutje doen zo. Ja, ja. Een varken. Echt niet normaal. All right, cool. Goed, dan buiten het feit dat we dan ook nog een gefaalde comedy-carrière hebben mogen meemaken. Alle chance heeft hem wel kan hem wel goed tekenen dames en heren hij zal ja. nog altijd onze afleveringen blijven voorzien van uh, geweldige tekeningen iets waar we hopen dat jij ooit eens in boekvorm gaat verzamelen nou, of dat we het, daar ja. eens iets mee gaan doen mm -hmm. dat lijkt mij heel interessant uh, voor de mensen die willen weten welke tekeningen dat hem allemaal heeft gemaakt dat zou ook op onze instagram kunnen ze allemaal zien dus uh, Bart Vliegen, merci dat jij hier was voor deze toch wel vrij uh, chaotische, edoch coole aflevering. Oké, okay, dankjewel. Dat was uh, met plezier. Yes, yes. Meen, meen het? <laughs> Zelfs dat klinkt ja, CD schakel. Ik wil die er weg. De aflevering <laughs> die evenveel eindes heeft als Lord of the Rings, of evenveel eindes <laughs> als dat. Uh... Vonden jij deze eigenlijk leuk? <laughs> <Ja>. of, uh... <laughs> woon je op mijn gemak. Ik ben, Alleen maar niet. niet pas op mijn gemak omdat het nu gedaan is. Maar ja. het is nog niet gedaan dat is altijd moeten opnemen. Het is nog altijd uitgehaald, hè? Het is altijd dat Het nog niet gedaan, hè? Het is nog niet gedaan, dus eigenlijk. Zo, voilà. Eh? We, gaan, we gaan eindigen ja. in ongemakkelijkheid. Dat kan niet anders. Dus we gaan dat doen. Deze was het voor Welcome to the AA. Wij gaan hier nu nog met drie een beetje stil en ongemakkelijk liggen schuiven op onze stoel. Uh, tot volgende keer. Bye-bye. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh -uh, Ik zend hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend ik de steen! Naar de feest! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.